commissie zich gericht op beïnvloeding uit onvrije landen en de gevolgen voor de islamitische gemeenschap in Nederland en de Nederlandse samenleving als geheel. Vandaag, op de derde verhoordag, richten wij ons op het verkrijgen van inzicht over hoe de financiering van moskeeën loopt. We verhoren daarvoor de voorzitter van de Blauwe Moskee in Amsterdam, de voormalig directeur van de Saoedische Stichting WAKF en de voormalig projectleider van het Financieel Expertisecentrum. Ik verzoek de griffier om de getuigen binnen te leiden. Goedemorgen. Ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Van der Blom. Meneer Van der Blom, hartelijk welkom bij de parlementaire ondervragingscommissie. U bent onder meer voorzitter van de Blauwe Moskee in Amsterdam, voorzitter van de vereniging Landelijk Platform Nieuwe Moslims en secretaris van de stichting Europe Trust Nederland. In dit verhoor stelt de commissie u vragen over ongewenste beïnvloeding van maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland, zoals moskeeën, uit onvrije landen en hoe deze invloed kan worden doorbroken. U wordt gehoord als getuige en dit verhoor vindt plaats onder ede. U heeft ervoor gekozen om de eed af te leggen en ik verzoek u om met die eed te bevestigen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Ik verzoek u daarom te gaan staan. En wilt u mij nadoen en de twee voorste vingers van uw rechterhand opsteken en zegt u mij na, zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Gaat u zitten. U staat nu onder ede. Wij bieden getuigen de gelegenheid een korte openingsverklaring af te leggen en u heeft aangegeven daar graag gebruik van te maken. Ik bied u nu die gelegenheid. Ach, nou, dank u wel. Goedemorgen allemaal. Ik heb eigenlijk geen opening. Dus wat mij betreft kunnen we direct beginnen met de ondervraging. Dank u wel. Dit verhoor zal worden afgenomen door de heer Van den Bergen en mevrouw De Vries. Het lid Van den Bergen zal beginnen. Ik geef het woord graag aan hem. Meneer Van der Blom, u bent voorzitter van de Blauwe Moskee, secretaris van de Federatie Islamitische Organisaties Nederland, secretaris van Europe Trust Nederland en secretaris van Ontdek Islam. Klopt dat? Ja. U besloot Centrum de Middenweg op te richten in Rotterdam, naar eigen zeggen om ruimte te bieden voor een multi-etnische, tolerante islam in Nederland. Klopt dat? Ja, zo zou je het kunnen omschrijven. Hoe zou je het zelf omschrijven? Nou, ik zou het willen omschrijven als een alternatief naast de bestaande moskeeën. Want dat, kijk, ik bedoel dus niet dat ik pretendeer dat ik ineens de tolerante islam heb uitgevonden. Ik denk dat er genoeg voorbeelden in Nederland zijn van moskeeën die dat ook doen. Ik vond wel dat er in het aanbod van moskeeën nog wel iets ontbrak. En daarin zijn wij een concept dat we eigenlijk al langere tijd voor ogen hadden, zijn we gaan ontwikkelen. En er zijn uiteindelijk drie hoofdpilaren uitgekomen in de ontwikkeling. En het was inderdaad etnisch overstijgend. Dat was voor mij erg fijn, omdat in de eerste 10 jaar dat ik me eigenlijk begaf in de islamitische gemeenschap,
dat je dan eigenlijk altijd toch wel, ja, je bent heel welkom, maar je bent eigenlijk altijd wel een beetje te gast. Want de moskeeën zijn vaak eenmaal nog langs etnische lijnen georganiseerd. Dank u wel, meneer Van der Blom. Dus ik begrijp multi-etnisch, ja. Een tolerante vorm van de islam. Dank u wel. Dan zou ik u willen vragen, kent u de heer Tariq Souaydan? Tariq Souaydan? Ja, dat ken ik. Ja, want de heer Tariq Souaydan heeft eerder openlijk aangegeven bij de moslimbroederschap te horen. Bent u daarvan op de hoogte? Nee. Want, ik vraag het u, omdat Ontdek Islam, Stichting Ontdek Islam, waar u secretaris van bent, het landelijk platform Nederlandse moslims, waar u voorzitter van bent, de heer Tariq Souaydan eerder heeft uitgenodigd als spreker op een zomerkamp over de islam. Nee. Dat klopt niet, volgens u? Nee, dat klopt niet. Dus u kent de heer Tariq Souaydan niet? Ik heb Tariq Souaydan ooit wel ontmoet in Kuwait, waar hij vandaan komt. Maar volgens mij is hij ook nooit in Nederland geweest. En sowieso niet bij ons op bezoek. Oké. Dat weet u zeker? Ja, dat zou ik nog wel weten als hij hier was geweest. Ja, want uit ons vooronderzoek blijkt dat er een zomerkamp heeft plaatsgevonden in Egypte, wat gesponsord is door Stichting Ontdek Islam en het landelijk platform Nieuwe Moslims. Maar u zegt daar in Egypte en daar is hij gekomen dan? Daar is hij gekomen. Nee, klopt. Dat klopt niet. Oké. Hoe kijkt u aan tegen de moslimbroederschap? Nou ja, dat hangt een beetje van uw definitie van moslimbroederschap af. Nou, de moslimbroederschap, ik denk aan mensen als Tariq Souaydan, de heer El Karadawi, hun opvattingen. Hoe staat u daar tegenover? Ja, kijk, deze mensen zijn vooral heel erg actief in de Arabische landen. Meneer Karadawi kan ik weinig van volgen, omdat hij is Arabisch-talig en hij is gericht tot de Arabische gemeenschap. Tariq Souaydan spreekt wat beter Engels. Ik heb een aantal lezingen van Tariq Souaydan gehoord. Daar kon ik me goed in vinden. Maar bij lange na weet ik niet genoeg van die man om een totaal beeld over deze persoon te kunnen geven. Kent u de heer El Karadawi persoonlijk? Nee, ja, kennen. Ik heb hem 1 keer ontmoet. Ja. Ja, want in ons vooronderzoek zijn we ook op foto's gestuurd waar u samen met de heer El Karadawi op staat. Dus u geeft aan, ik heb hem eerder ontmoet. Ik heb hem die ene keer, waar de foto is gemaakt. Dat is de ene keer dat ik hem heb ontmoet, ja. Waar is die foto genomen? In Istanbul. Istanbul. En u zegt, daarna heb ik de heer El Karadawi nooit ontmoet. Nee. Klopt het dat u de Amerikaanse prediker Khalid Yassin eerder naar Nederland heeft gehaald? Ja. Ja. U heeft zelf in een interview in het Nederlands Dagblad aangegeven, ik citeer u, dat de heer Khalid Yassin homoseksualiteit een morele aberratie vindt die punishable is, dus strafbaar is, met de doodstraf. Ik citeer u. Nee, wat vindt u daarvan? U citeert, denk ik, de journalist in een artikel waarin ik ook voorkom. Ik heb dat nooit van hem vernomen. Ik heb dat ook nooit van hem meegemaakt. Dat is ook niet wel, dat heeft hij ook niet gezegd in de keer dat hij hier bij ons op bezoek was. Dus ik weet niet waar dat vandaan komt. Ik weet ook niet of dat hij dat vindt. Dat durf ik niet te zeggen. Ik weet niet waar dat vandaan komt. U herkent deze uitspraken niet? Nee. Nou, ik citeer uit het antwoord zoals de journalist het uit uw mond heeft opgeschreven in een interview in het Nederlands Dagblad op 31 januari 2009, waarin u heeft gezegd dat de heer Yassin homoseksualiteit een morele aberratie vindt die punishable is met de doodstraf. Nou, ik weet in die tijd dat er, dat is het bekende artikel waarin het woordje haat-imam voor de eerste keer Nederland binnenkwam. En toen inderdaad hebben ze, dat is, volgens mij zijn daar later ook nog wat tv, volgens mij heeft ze, niet Nieuwsuur, een van de voorgangers van Nieuwsuur heeft er volgens mij een hele documentaire over gemaakt met Khalid Yassin. En daar hebben ze ook met hem gesproken over, volgens mij, over dit soort zaken. Dat ze uit YouTube filmpjes het bekende knip- en plakwerk hadden gemaakt. En dan leggen ze aan mij voor, nou, hij vindt dit. Ja, ik zeg, ik weet het niet, dat zou je aan hem moeten vragen of hij dat vindt of niet. Ja, nee, kijk, dat heeft u ook in dat artikel uitgelegd, maar het gaat me even specifiek om de termen morele aberratie en punishable met de doodstraf. Want zo heeft de journalist het uit uw mond opgetekend, maar dat kan ik u zich niet herinneren. Ik vind dit niet en ik vind het ook niet punishable bij doodstraf. Als dat de vraag is, dan als hij dat zegt, dan ben ik het daar niet mee eens. En toen u hem naar Nederland liet komen, was u niet op de hoogte van Nee, ik ben niet op de hoogte van alles wat iedereen heeft gezegd. Vooral niet als dat honderden uren aan YouTube-films is, verspreid over het hele land. Khalid Yassin is voor een heel specifiek iets hier uitgenodigd. Bij die bijeenkomst overigens is natuurlijk heel veel aandacht gekomen, wat ik al zei, omdat het woord haat-imam. Er is destijds een raadslid van de Rotterdamse PvdA bij aanwezig geweest.
En die schreef achteraf op haar blog: ik heb zelden zo'n goed verhaal gehoord over integratie. En dat is ook hetgeen waarvoor hij is gekomen. Daar heeft hij over gesproken. Dat was openbaar. Daar zijn mensen bij geweest. Ook in andere bijeenkomsten waar hij later is geweest, zijn er zelfs nog videomaterialen van. Dat was wanneer hij bij ons is. Omdat in die tijd was het iets lastiger, maar tegenwoordig alles wat wij doen is openbaar. Maar het wordt ook op video gelegd, vastgelegd. Dus ja, dan is het gewoon... Dank u wel, meneer Van der Blom. Dan ga ik naar mijn volgende vraag. Klopt het dat u ook de Britse sharia-geleerde Haitham al-Haddad het centrum de Middenweg heeft laten komen? Nee. Klopt het wel dat hij in 2014 in het centrum de Middenweg is geweest? Centrum de Middenweg bestond nog niet. Het is 6 maanden later opgericht. Dus er zijn natuurlijk in het verleden, dan hebben ze dingen van... Nou, en hij is op bezoek geweest bij Centrum de Middenweg. Dat kan niet, want het bestond niet. Hij is op uitnodiging van een andere organisatie. En die hebben de locatie destijds gehuurd. Is hij uitgenodigd en is hij geweest, ja. En dat is dus de locatie waar later Centrum de Middenweg... Later is Centrum de Middenweg daarin in gesticht, ja. Maar u zegt toen was dat Centrum de Middenweg nog niet? Nee, het was alleen het pand was daar. En Centrum de Middenweg is, meen ik, 1 of 6 later opgericht. En is toen... zijn activiteiten gaan ontplooien. Kent u de heer Haitham al-Haddad? Ik heb hem 3, 4 keer, 5 keer misschien ontmoet. Mm-hmm. Heeft hij op andere momenten wel in moskee-organisaties waar u betrokken bij bent? Hij heeft ooit een preek gegeven in de Blauwe Moskee. Ja. Ja. En daar bent u voorzitter van. Was u op dat moment ook voorzitter van de Blauwe Moskee? Ja. Ja. Dus u was ervan op de hoogte dat de heer Haitham al-Haddad in de Blauwe Moskee kwam? Ik was erbij. Ja. Want de heer Haitham al-Haddad is betrokken bij de Sharia-raad in het Verenigd Koninkrijk, is uit ons vooronderzoek gebleken. Hij heeft ook uitspraken gedaan als dat de islamitische straf voor afvallige de doodstraf is en dat op overspel volgens islamitische rechtsteniging als straf staat. Mm-hmm. Wat vindt u daarvan? Ben ik het niet mee eens. U bent het daar niet mee eens? Nee. Als je aan mij vraagt of dat ik dat vind, ik vind dat niet. Als hij dat vindt, dan zou u dat aan hem moeten vragen. Of dat zo is, ja. Ik zou dat niet weten. U vindt het niet? Nee, ik vind niet dat je doodstraffen en dat soort dingen, nee. Ook geen stenen gingen. Nee. Maar u heeft en wel... mocht dat te sprake komen met hem, dan zal ik hem dat ook... Alleen, ik heb nooit een gesprek gehad met hem over stenigen. Of over, ik weet niet wat het andere nog was, maar... Maar u heeft de heer Haitham al-Haddad wel naar de Blauwe Moskee laten komen. Ja. Hij heeft daar een preek gegeven. En wat ik zeg nogmaals, die was openbaar. Er waren destijds ook stadsdeelvoorzitters, of ik weet niet wat precies de titel daarvan is. Die waren ook aanwezig, want het was bekend dat hij kwam. En er zullen ongetwijfeld ook journalisten zijn geweest. Maar daar is, achteraf is daar niks, is daar niks voor de rest uit voortgekomen. Ja, eerder zei u dat u een multi-etnische, tolerante vorm van de islam in Nederland voorstaat. En ik vraag mezelf dan af waarom u iemand als de heer Haitham al-Haddad, die omstreden is, die uitspraken heeft gedaan, ja, die toch in ieder geval indruisen tegen grondrechten zoals die in Nederland gelden, waarom u zo iemand een podium biedt in de Blauwe Moskee? Nou, kijk, ons standpunt is altijd geweest dat we een vader... Kijk, bijvoorbeeld als we het nu over Haitham al-Haddad hebben... Afgelopen vrijdag heb ik nog een katholieke historicus een podium geboden bij mij in de moskee. We hebben mensen van het Amerikaanse State Department podium geboden. We hebben in het verleden in de SLA-moskee hebben we ChristenUnie SGP integratienota's laten houden in onze moskee. Waar ze het met een gebed openden en noem maar op. Wij zijn, en dat was eigenlijk de tweede pilaar toen u mij daarnet stopte... vinden wij het heel erg belangrijk dat je meegeeft, vooral in een vrije democratische samenleving, dat er verschillende meningen zijn, verschillende mensen. En die moet je allemaal aan het woord kunnen laten. En daar moet je altijd over kunnen. Dus de eisen die we wel altijd eraan stellen, en dat was met Haitham al-Haddad ook, en het is eigenlijk met al onze sprekers die we hebben, openlijk toegankelijk zijn, je moet openstaan voor als er vragen zijn van lokale overheden, en je moet media te woord kunnen staan. Want als je iets besloten kan zeggen, moet je het ook openbaar kunnen verdedigen. Dat is ook in het geval van Haitham al-Haddad gebeurd. Er was media, hij heeft ze te woord gestaan, hij heeft iedereen... Dat is de eis die wij hebben. En voor de rest, ja, dan mag het debat beginnen wat ons betreft. Wij kunnen het ergens mee eens zijn of oneens zijn. Ja, ik ben natuurlijk ook niet alles eens met wat
een katholieke voorganger zegt. Dank u wel, meneer Van der Bom. Maar ik vind wel dat je dat gesprek moet faciliteren. Zegt u daarmee, wij bieden ruimte aan iedereen en het maakt niet uit wat nee, iemand niet vindt. Iedereen. Wij vinden iedereen wel, is bij ons welkom. Nee, wij vinden een grens en dat is bij Heitema dat dan wel erg belangrijk. Wij vinden mensen die echt antidemocratisch, dus mensen echt eigenlijk willen weghouden van de openheid van een debat of een discussie, hè, of echt oproepen om niet mee te doen aan bijvoorbeeld democratie. Je moet niet gaan stemmen, je moet je eigen afzonderen. Tenzij het echt in een debat is waarbij je die tegenstellingen wil bediscussiëren met die persoon, zullen wij diegene geen podium geven. Dus u zegt, de grens ligt voor ons bij antidemocratisch. Ja, wat dat begrip dan ook, dat is natuurlijk een vrij breed begrip, maar dat vinden wij wel. Er zijn bijvoorbeeld groepen in Nederland die, ja, die zullen wij geen podium geven, omdat ja, de setting kan je met hun, daar kan je niet overeen voor komen. Mm-hmm. Omdat hun een ander idee daarvoor hebben, ja, dan gaat dat niet. Overigens. En onverdraagzaamheid, u zegt ik trek een grens bij antidemocratisch. Onverdraagzaamheid, hoe gaat u daarmee om? Nou ja, we hebben bij ons een aantal regels. En er zijn ook orthodoxere, de beladen term orthodox. Bij ons zijn de regels simpel. Puur de setting van hoe de lezing wordt gegeven. Wij hebben bijvoorbeeld de mannen en de vrouwen zijn in alle ruimtes behalve de twee toiletten, zijn overal bij elkaar. Ja, als je daar niet tegen kan, ja, dan kom je niet bij ons spreken, want daar gaan we geen concessies aan doen. Bij ons, wat ik zeg, bij ons hangt er een formulier op de voordeur. Dank u wel, meneer Van der Blom, want ik probeer toch nog even in te zoomen op waar u de grens trekt. Want de heer Haitham al-Haddad die heeft dus gezegd, nou, op overspel staat volgens islamitisch recht stenigen, voor afvallige de doodstraf. Ja, ik ben benieuwd. Dat is voor u geen grens. Zo iemand mag komen prediken. Ja, als hij in een theologische, als hij in een theologische setting wil spreken over wat er in bepaalde theologische varianten aan doodstraffen of niet zouden zijn, dan ik weet niet in wat voor setting hij dat heeft gezegd. Als hij zegt van joh, we moeten nu een doodstraf gaan invoeren in Nederland, ja, tuurlijk ga ik daar tegen in. Dan ben ik de eerste die hem daarop zal aanvallen. Dan gaat u daar tegen in. Ja, natuurlijk. U bent ook secretaris van Stichting Ontdek Islam. Klopt dat? Ja. Ja. Eerder in 2013 heeft Stichting Ontdek Islam 100.000 gratis Korans uitgedeeld in Nederland. Klopt dat? Ja. Waar kwamen die Korans vandaan? Egypte. Egypte. Waar kwam het geld voor de Korans vandaan? Er was geen geld, het is gratis gedrukt daar. Gratis gedrukt? Ja. Oké. Okay. Uit ons vooronderzoek bleek, maar ik ga u vragen of dat klopt, dat de organisatie Conveying Islamic Message Society uit Egypte financiering geleverd zou hebben voor het verstrekken van de Koran. Geen financiering, ze hebben de boeken gestuurd. Ze hebben de boeken gestuurd. Ja. Dus ze hebben in Natura gesponsord in feite. Ze hebben 100.000 Koran gestuurd. Ja, ze hebben gewoon een container met Korans gestuurd. Wij hebben de vertaling gestuurd. In PDF of Word, ik weet niet meer precies. En hun hebben ze gedrukt en hebben ze hierheen gestuurd. Wie heeft de vertaling gemaakt? Sorry? Wie heeft de vertaling gemaakt? Dat is een vertaling van uitgeverij Noer. Die is destijds, volgens mij is die niet uitgegeven. Dat was een vertaling die vooral werd gebruikt als naslagwerk voor andere boeken. Dus als er een referentie in een ander boek stond met een bepaald Koranvers, dan werd het uit die Koran gebruikt. Dus ons idee was, nou ja, dan kunnen we hem ook een keer in zijn totaliteit laten drukken. En ja, dat vond diegene goed. Ja. Dus de Korans zijn gedrukt in Egypte en daarna naar Nederland gekomen. Ik ga nog even een andere organisatie met u bespreken, waar u actief bent. U bent ook secretaris van de Federatie Islamitische Organisaties Nederland. Mm-hmm. Klopt dat? Ja. Die organisatie die wordt in verband gebracht met de moslimbroederschap. Herkent u dat? Ik herken wel dat er wel eens is gezegd dat die in verband wordt gebracht met de moslimbroederschap. Maar wat er precies allemaal mee bedoeld wordt, wordt eigenlijk nooit echt heel duidelijk gemaakt. Heeft u banden met de moslimbroederschap? Dat hangt ook weer een beetje af van uw definitie van moslimbroederschap. Ik ken alleen maar moslimbroederschap als een Egyptische politieke partij. En daarbuiten heb ik geen flauw idee wat moslimbroederschap precies zou moeten zijn. U bent sinds 2010 ook secretaris van Europe Trust Nederland, klopt dat? Ja.
Komt het in uw ervaring voor dat met buitenlandse financiering ongewenste beïnvloeding wordt gekocht in Nederlandse organisaties? Komt niet voor? Nou, in ieder geval niet in de organisatie waar ik actief ben geweest. Dus niet iets wat ik tegen ben gekomen. Laatste vraag van mijn kant voor nu. U heeft nooit te maken gehad met ongewenste beïnvloeding? Nee. Niet in de vorm dat ik ergens als een bestuurder werd beïnvloed om bepaalde dingen wel of niet te gaan doen. Kijk, natuurlijk op het moment dat je met mensen in het bestuur, dan beïnvloed je elkaar allemaal in je statutaire vorm als bestuurder. Maar niet in een, laten we zeggen, buitenstatutaire manier. In de vorm van geld of druk zetten of in enige van dat soort vormen. Okay. U heeft nooit te maken gehad met ongewenste beïnvloeding? Nee. Ik wil het graag met u hebben over de financiering vanuit de Golfstaten. U bent betrokken geweest bij de financiering van een aantal moskeeën. Daar heeft u nooit een geheim van gemaakt. Kunt u aangeven bij welke moskeeën u allemaal betrokken bent geweest als financier of tussenpersoon? Blauwe Moskee en de Middenweg. Dat zijn de enige twee? Ja. Oké, helder. Kom ik zo beide nog wel even terug. Bent u ook betrokken geweest bij andere donaties aanvragen voor bijvoorbeeld boeken of andere zaken, activiteiten in het buitenland, in de Golfstaat? Ja, we hebben wel eens aanvragen gedaan voor activiteiten. Dat is wel erg lang geleden. Ik denk de afgelopen, sowieso voor de Middenweg nooit. Wat voor activiteiten waren dat? Conferenties, bijeenkomsten. Voor Bekeerlingen hebben we destijds een conferentie gehouden in de Blauwe Moskee. Ook voor Bekeerlingendagen. Ook voor de sprekers die bijvoorbeeld de heer Van den Bergen net noemde, dat daar geld voor aangevraagd werd om die hierheen te halen? Nee, want Khaled Yassin, daar is geen buitenlands budget aan te pas gekomen. Heitemala, dat heb ik nooit uitgenodigd. Tarek Soedan heb ik ook nooit uitgenodigd. En waar kwam dat geld voor die activiteiten vandaan? Uit Kuwait. Ja. We hebben een Amerikaanse spreker is destijds geweest. Yusuf Estes. Een Amerikaanse spreker is dat. Die is in de Blauwe Moskee geweest. Dank u wel. En daar is een budget voor. Dank u wel. U bent betrokken bij meerdere financieringstrajecten geweest. Kunt u kort aangeven hoe zo'n proces van financiering nu eigenlijk verloopt? Ja, dat varieert nogal, omdat de regels worden ook wel eens aangepast. Maar in de hoofdlijn maak je een projectplan met wat je wil. En vervolgens zorg je dat alle benodigde papieren daarvoor in orde komen. Dat scheelt ook wel weer per land, maar ook, er zijn ook wel flink wat overeenkomsten. Dat begint eigenlijk, het meest essentiële is daarin een verklaring van geen bezwaar. Dus dat betekent dat je een aanvraag hier doet bij het ministerie van Justitie. Waarin je aangeeft namens deze stichting wil ik graag een financiering of fondsenwerving starten. En ik wil graag een verklaring van u hebben dat daar geen bezwaar op rust. Omdat en wat houdt die verklaring precies in? Nou, dan krijg je een verklaring waarin dus staat van de volgende stichting is onder de of heeft een aanvraag gedaan met betrekking tot fondsenwerving. En dan in ons geval kwam er dus uit van er is uit niets gebleken dat er een belemmering is voor deze organisatie om fondsen te werven. En wat voor informatie moet u er allemaal voor aanleveren voor die verklaring van geen bezwaar? Helemaal niks. Helemaal niks. Waarschijnlijk doen hun een onderzoek. Maar u geeft waarschijnlijk aan, ik wil zoveel geld aanvragen, ik wil het in dat land doen en ik wil het daarvoor gebruiken. Nee, ik hoef geen projectplan hier bij het ministerie van Justitie in te leveren. Gewoon alleen de organisatie en de bestuurders die erin zitten, die worden onderzocht. Het ministerie van Justitie weet dan dat het voor buitenlandse financiering aanvraag is? Geen idee, het is gewoon voor fondsen. Daar staat niet specifiek binnenland of buitenland bij volgens mij. U heeft in de krant onder andere ook aangegeven dat een verklaring omtrent gedrag soms aangeleverd moet worden. Dat klopt? Nee, dit is de verklaring omtrent gedrag voor een stichting. Dus dat is eigenlijk een verklaring van geen bezwaar heet dat. Maar geen persoonlijke. Want dus wat in de krant stond, klopt dus niet. Worden de bestuursleden worden ook. Maar wat in de krant stond, klopte dus niet. Want u heeft recent in de krant nog aangegeven dat een verklaring omtrent gedrag was. Ik heb aangegeven dat het een verklaring van geen bezwaar is. En dat is een soort VOG, dus een verklaring van omtrent gedrag voor een stichting of voor een vereniging. En wie vraagt die dan aan? De stichting? De stichting. Ja,
Het ministerie, dat jullie zullen ongetwijfeld bij de procedure voor kunnen opvragen. De stichting is dan de stichting waar de moskee onderdeel van is? De stichting die de fondsen in het buitenland wil aanvragen. Die stichting heeft die verklaring nodig, op naam. En daarna moet de verklaring moet dus ook beëdigd vertaald worden. Zodat er in het land, want dat is natuurlijk, daar spreken ze geen Nederlands. Dat ze kunnen vaststellen dat het een officieel document is van het ministerie van Justitie in Nederland. Dat er geen bezwaar rust op het fondsen verstrekken aan deze organisatie. En dat heeft u bij alle financiering die u uit het buitenland heeft aangetrokken gedaan? Tenminste, de manieren waar ik financier. Elk land opereert daar hetzelfde in? Kuwait en Qatar. Ik heb niet met andere landen daarin gewerkt. Kuwait en Qatar is allebei. Je kan zonder dat papier, kunnen ze gewoon geen geld voor jou overmaken. Wat is de rol van Europe Trust Nederland precies in die financiering? Want heeft Europe Trust Nederland stichting. Is de vastgoedeigenaar van de. Dus je moet voorstellen, op het moment dat mensen uit Kuwait zeggen van, nou ja, we willen graag aan de moskee betalen. Maar er zijn helaas ook voorbeelden bij die mensen. En die hoor je dan ook wel eens dat ze ergens bijvoorbeeld geld hebben gegeven aan een land voor een moskee. En dan zeggen ze, ja, dan gaan we een paar jaar later kijken en dan is het ineens een restaurant. Of dan is het ineens een nachtclub bij wijze van spreken. Maar mijn vraag was, wat is de rol van Europe Trust Nederland in de financiering? Dus Europe Trust Nederland is degene die de fondsen aanvraagt. Dus die het project indient van, ja, we willen deze moskee. En Europe Trust Nederland wordt vervolgens alleen maar de vastgoedeigenaar. Die dus ook de garantie is dat het pand wat aangekocht wordt, altijd zal blijven worden gebruikt waarvoor de financier het geld betaalt. En dit is ook de organisatie die dan de verklaring voor geen bezwaar aanvraagt? Ja, dit was in het geval van de Blauwe Moskee en Centrum in de Middenweg. Beide keren de organisatie. En hoe vindt dan die financiering van Europe Trust Nederland plaats? Want die moeten ergens het geld vandaan krijgen. Krijgen ze een commissie voor een transactie of voor een financiering? Nee. Wat dan wel? Nee, Europe Trust Nederland zijn alle bestuurders. Dat de organisatie van draaiende moeten houden, neem ik aan. Nee, maar dat is niet draaien, dat is gewoon een project die je doet. En daarvoor, vooral voor de Blauwe Moskee, was het best intensief. Het was een flink bedrag, moest er vaak heen en weer. Maar daar zijn dus toch mensen voor aan het werk bij Europe Trust Nederland die transactie dan afhandelen, die het beheer doen. Ja, daar zal een vergoeding tegenover moeten staan. Ik neem niet dat die mensen dat allemaal gratis doen. Er is een vergoeding, maar dat zat niet in het budget. We hebben een vergoeding gekregen vanuit Kuwait voor onkosten die we maakten. Omdat ja, als je 3 keer per jaar heen en weer moet, dan heb je 3 keer per jaar een ticket. Maar er staat voor de rest geen. Daar is nooit geen. Dus het is echt alleen de onkosten die zijn vergoed. Voor de rest zijn er geen mensen aan het werk. We hebben geen mensen in loon. En dat geld komt uit Kuwait? Ja. Nu is er ook een Europe Trust in het Verenigd Koninkrijk. Wat is de relatie tussen Europe Trust Nederland en de organisatie in het Verenigd Koninkrijk? Nou, oorspronkelijk bij de oprichting was daar een link. Dat is voor de tijd dat wij betrokken waren bij Europe Trust Nederland. Op het moment dat wij betrokken raakten bij Europe Trust, hebben we dit ook geconstateerd en hebben we ook aangegeven, joh, als we op deze manier verder willen, en dat was vooral destijds het ontwikkelen van de Blauwe Moskee in Amsterdam, ja, dan zullen we daar wel een andere vorm voor moeten gaan vinden. Maar u geeft dus aan, er is geen enkele relatie meer tussen Europe Trust Nederland en Europe Trust in het Verenigd Koninkrijk? Nee. We hebben met deze mensen gezeten en we hebben in een bestuursvergadering hebben we met z'n allen, zijn we eigenlijk tot de overeenkomst gekomen dat Europe Trust Nederland volledig zelfstandig moet functioneren zonder enige inmenging van welke andere organisatie. U bent ook secretaris bij de FION, die zo net ook al genoemd is, de Federatie Islamitische Organisaties in Nederland. Is daar wel een relatie met Europe Trust in het Verenigd Koninkrijk? Geen idee. Niet dat ik weet in ieder geval. FION is een federatie van islamitische organisaties. Dus dat moet u zo zien dat je bent daar niet als persoon lid van. Je bent daar namens een organisatie. Dus een organisatie wordt lid en die zendt iemand uit om die organisatie te vertegenwoordigen. Ontdek Islam was lid van FION. En ik was de vertegenwoordiger van Ontdek Islam. Maar ik had het even FION. Over de relatie met Europe Trust in het Verenigd Koninkrijk. Is daar een relatie mee? Ik heb nooit iets van een relatie gehad, maar dat komt omdat FION die. We hebben nooit één vergadering gehad in de tijd dat ik bij FION toetreedde. Was het daarna eigenlijk vrij snel dat er niks meer werd ondernomen. Het klopt ook niet dat als FION ophoudt te bestaan, dat alle bezittingen vervallen aan Europe Trust in het Verenigd Koninkrijk? Dat in de statuten staat? Ik heb geen idee. Maar u bent secretaris, dus u zult toch weten wat er in de statuten staat?
Nee, omdat in de tijd dat wij zeg maar begonnen met die stichting, of tenminste dat ik in die stichting kwam, is er een flinke, ja, laten we zeggen, een nogal groot probleem ontstaan tussen mij en de voorzitter. En vanaf dat moment is het er totaal geen werkbare situatie meer geweest over Fion. Maar dat zou kunnen omdat... U bent secretaris van Fion. U weet niet wat er in de stichtingsstatuten staat van ja, Fion. Ja, kijk, u praat over 10 jaar geleden en u heeft mij uitgenodigd... Maar u bent nog steeds, volgens mij, secretaris van Fion. Ja, maar ik ken niet alle statuten uit mijn hoofd van de stichtingen waar ik in zat. Zeker niet dat het een stichting is waar ik 10 jaar geleden ben toegetreden. Waar ik verder nooit meer enige activiteit mee heb ondernomen. Maar u wilt als secretaris van een stichting, waar u dus ook bestuurlijk aansprakelijk voor bent, niet weten wat er in de statuten staat. Ik weet zeker dat ik weet. Ik wil mijn vraag even afmaken, meneer Van der Blom. Dat u wilt u niet weten wat er in de statuten staat en u wilt niet weten dat daar geregeld is of de bezittingen vervallen aan iemand anders. Nee, omdat ik op dit moment weet dat wat Fion ook zou doen, dat er een padstelling is. Ik ben ook op een gegeven moment, zonder mijn goedkeuring of afstemming, ben ik uit Fion gegooid. Daar is een procedure bij de Kamer van Koophandel over ontstaan. Maar u staat nog steeds bij de Kamer van Koophandel. Ja, ik ben weer terug ingeschreven, ja. Van Fion. En als u het niet eens bent met Fion, waarom stapt hij dan niet op als secretaris? Omdat Fion zat in het oorspronkelijke koopcontract van de Blauwe Moskee. Dat heeft u ook in de krant kunnen lezen. Daar zijn we destijds ook heel duidelijk over geweest. De voorgangers vanuit Europe Trust, voordat wij daarbij betrokken raakten, hadden in het koopcontract van de Blauwe Moskee Fion als onderdeel in dat koopcontract staan. Maar het gaat mij over uw rol als secretaris van Fion, waarvan u de statuten niet kent. U bent er steeds ingeschreven en u stapt niet op uit die stichting. Dat ben ik nu aan het uitleggen. Fion zat als partij in het koopcontract. Wij hebben toen gezegd, Fion moet uit het koopcontract, want wij willen alleen maar dat Europe Trust een onafhankelijke organisatie is. Wij wisten niet, en we weten nu nog steeds niet, en dat heb ik destijds dus ook met onze jurist besproken, wij weten niet welke afspraken Fion nog meer heeft gemaakt, waar ze eventueel namens Fion beroep op zouden willen doen. Dus op het moment dat ik uit Fion stap, dan heb ik geen enkele zeggenschap meer in Fion. Dan kan Fion gaan doen wat ze maar ook zouden willen doen. Maar u bent secretaris dus en u weet niet welke afspraken er verder allemaal nog liggen die stichting gemaakt heeft of welke overeenkomsten er zijn. Nee, op het moment dat ik natuurlijk nieuw in een stichting kom, ben ik afhankelijk dat de vorige bestuurders mij op de hoogte brengen. Als je geen werkrelatie met die bestuurders hebt, ja, hoe moet ik ergens maar achter kunnen komen? Maar om het risico te vermijden, dat Fion... U bent ook secretaris van Europe Trust Nederland. Dat heeft u zo net ook aangegeven. Kunt u aangeven welke panden die Europe Trust Nederland hier in Nederland in bezit heeft of beheert? Blauwe Moskee, Centrum de Middenweg en een centrum in de Larijweg in Den Haag. In Den Haag, dat is ook een moskee? Nee, dat is meer een centrum met een gebedsplaats. Maar dat is meer voor leslokalen. Wordt beheerd door een stichting, ook SSCCN. Die beheren dat. Wat is dat voor stichting? Ja, een stichting met allerlei activiteiten, lessen en bijeenkomsten. En wie zijn daarbij betrokken? De bestuurders van die stichting. Maar die kent wij u hebben, niet? Nee, we hebben een contactpersoon en we hebben een overeenkomst dat we hun dat gebruiken. Omdat ja, wij houden de, ook met de Blauwe Moskee en ook met de Middenweg. Europe Trust bemoeit zich niet met, met het inhoudelijk reilen en zeilen van de stichtingen in de panden. Maar ik neem toch aan dat u als secretaris van Europe Trust Nederland wel wilt weten aan wie u een pand verhuurt? Ja, dat weet ik ook, aan die stichting. Maar u weet dan toch ook wat voor type stichting dat is? Of u die kunt vertrouwen? Ik zou dat lijkt me nogal logisch. Dat zou ik zelf in elk geval wel willen weten als ik bestuursaansprakelijk ben in een stichting. Ja, nou ja, ik weet niet. Mijn huisbaas, die op een gegeven moment moet hij me ook vertrouwen. Ik heb een afspraak en die moet ik nakomen. En verder... Ja, kan je daar niet nog een soort van controle op gaan houden? Dus het interesseert Europe Trust Nederland niet aan wie ze verhuren? Jawel, ze moeten gewoon verhuren aan een partij. Die afspraak in ieder geval kan maken over het onderhoud van het pand. Dat het pand gewoon net als hoe je je afspraak maakt met je huisbaas. Maar je hoeft aan je huisbaas niet uit te gaan leggen waar je je bankstel neerzet. Of waar u bent je, niet waar geïnteresseerd je... in welke activiteiten er in die panden plaatsvinden als Europe Trust Nederland. Zolang er geen aanleiding is om je ergens zorgen over te maken, niet. Op het moment dat dat gebeurt, en vooral over het vastgoed. Europe Trust is de huisbaas van dat pand. Op het moment dat er iets met het vastgoed, er staat een telefoon,
een telefoon. Ja, maar dat was mijn vraag nu, want u gaat wat zijwegen in en ik wil het wel graag tot de vraag beperken. Het is helder, u weet niet en u maakt zich daar ook niet zorgen over en u monitort ook niet welke activiteiten daar plaatsvinden. Nee, zolang er geen... Dan wil ik graag inzoomen op Centrum Middenweg in Rotterdam. Daar bent u bij betrokken, bij de financiering uit. Mm-hmm. Was dat vanuit Europe Trust Nederland of was dat vanuit sowieso uw betrokkenheid in een andere vorm bij het Centrum Middenweg? Europe Trust Nederland. Europe Trust Nederland, als secretaris van Europe Trust Nederland. U heeft daar ook aanvragen voor financiering gedaan. Kunt u aangeven bij welke organisaties of landen u die aanvraag heeft gedaan? Ik heb voor het Centrum in de Middag zijn er denk ik een 50-tal sponsoren gevraagd om bij te dragen. En uit welke landen? Uit Qatar. Allemaal uit Qatar? Ja, allemaal uit Qatar. Zakenmensen, ondernemers. En welke daarvan zijn gehonoreerd? Dat weet ik niet. Omdat je doet aanvragen en degene die wat wil betalen, die stort het naar de rekening van Qatar Charity. En degene die niet betaalt, ja, daar hoor je nooit meer wat van. Maar al die 50 zijn dus gelopen via Qatar Charity. Ja, we hebben een dossier aangemaakt in Qatar Charity. Qatar Charity is de organisatie die, laten we zeggen, al het papierwerk in orde maakt. Voor alles wat met charity te maken heeft in Qatar. Daar hebben we een dossier aangemaakt. En dan vervolgens krijg je een soort dossiernummer. Waarmee je dus vervolgens naar zakenmensen kan gaan. Je kan ook naar een moskee gaan of maar op. Maar het kwam dus uit Qatar. Allemaal en er is daarnaast geen andere financiering of financieringsorganisatie? Nee, alles uit Qatar. Okay. En waarom bent u in Qatar terechtgekomen? Omdat Qatar een vrij rijk land is die bekend staat om steun te geven aan dit soort projecten. Maar Kuwait is een rijk land. Dubai. Ja, nee, ik ben ook in Kuwait geweest, maar in dit geval zijn we naar Qatar gegaan. Hoe bent u aan die contacten gekomen in Qatar? Ik kende iemand vanaf de tijd van de Blauwe Moskee nog. Die ken ik goed in Qatar. Dat is een goede vriend van mij. En dat is altijd wel fijn als iemand je een beetje de weg kan wijzen. En diegene was bereid en die had op dat moment de tijd. En zodoende was het voor de hand liggend dat ik het in Qatar ging doen. Qatar Charity is natuurlijk nauw gelieerd aan het land Qatar. En die heeft als staatsgodsdienst het wahhabisme. Voelt u zich verwant met het wahhabisme? Nee. Waarom niet? Ja, waarom wel? Omdat hij de financiering heeft aangevraagd. Ja, maar ik hoef daar toch geen godsdienstovertuiging of zo af te geven. Heeft u wat tegen het wahhabisme dan? Ik heb ook niets tegen het wahhabisme. Het is ook alweer heel erg welke term u of hoe u dit zou willen definiëren. Ik heb niks met wahhabisme. Ik vind het ook altijd moeilijk om te begrijpen. Misschien kunt u dat wel uitleggen. Wat u er dan mee bedoelt. Nou, volgens mij stel ik hier de vraag. En ik wou ook graag zo houden. Kijk, de Qatar Charity heeft een aantal... die geeft natuurlijk geld. Maar dat zal ze vanuit een bepaalde voorwaarde Qatar Charity doen. Geeft geen geld. Dat heb ik net gezegd. De sponsoren geven geld. En het gaat via Qatar Charity. Ja, via Qatar Charity. Dus het komt via Qatar Charity. Is het bij Centrum Middenweg terechtgekomen. Of Europe Trust Nederland. Ja, Europe Trust Nederland. Europe Trust Nederland. Dan is het de vraag. Zijn daar voorwaarden aan verbonden vanuit Qatar Charity? Dan wel... Heeft Qatar Charity een aantal criteria op basis waarvan zij geld toekent? Ja, je moet je papieren inleveren. En vooral dat papier van de serie. Dat is het allerbelangrijkste. Qatar Charity, voor de rest, die zeggen ook van... joh, we weten ook niet waar je het geld moet gaan halen en hoe en wat. En dat interesseert ook niet. Maar het dossier moet gewoon wel kloppen. Je moet al die papieren netjes in orde brengen. Dus er zit bijvoorbeeld ook... Je statuten moeten vertaald zijn in het Arabisch, dat ze je statuten maar kunnen lezen. Maar de vraag was voor mij de criteria. Het is duidelijk dat u papieren moet inleveren. Want dat zijn natuurlijk criteria. Gewoon geen aanvraag doen. Verder totaal geen criteria. Geen voorwaarden. Er worden natuurlijk door Qatar Charity ook best afwijzingen gedaan. Er worden om meer geld in Qatar aangevraagd. Waarom worden die dan afgewezen? Geen idee. Geen idee. Nee, ik ben geen Qatar Charity. Ik weet niet waarom ze een project afwijzen. Maar ik... Ja, afwijzen, dat moet puur met het papierwerk te maken hebben. Omdat Qatar Charity, in de gevallen dat ik met ze heb samengewerkt, gewoon letterlijk zeggen, wij hebben geen geld. Dus je moet niet denken dat wij geld kunnen geven. Het enige wat wij kunnen doen is een dossier voor je aanmaken, waarbij mensen uit Qatar kunnen betalen. Ja, maar dat heeft u al duidelijk aangegeven. Ja, en dan moeten dat wij heeft u al duidelijk aangegeven. Regelen. Om hoeveel geld ging het voor de Centrum Middenweg? 700.000, zo. 700.000, 750.000, om nabij die richting. En hoe is dat bij u teruggekomen? In één transactie of meerdere transacties? Ja, één transactie. Klopt dus niet dat het 7 transacties waren? Nee.
Dat weet u zeker? Dat weet ik zeker. Klopt het dat er later nog een bedrag door Qatar Charities verstrekt aan Centrum Middenweg van 5 miljoen Qatari rial, of ongeveer 1,2 miljoen euro? Nee. Dat klopt niet? Klopt niet. Niet voor de renovatie van Centrum Middenweg of activiteiten? Nee. Centrum de Middenweg zelf, als centrum, als stichting, heeft nooit geen 1 cent uit het buitenland aangevraagd. Ook nooit... Nou, laat ik dan helder zijn, heeft Europe Trust Nederland dat gekregen? Ook Europe Trust Nederland, nee. Oh, een andere stichting waar u bij betrokken bent geweest? Nee. Ook niet een andere stichting die gelieerd is aan Centrum Middenweg? Of een bedrijf of een rechtsvorm? Ja, of mijn buurman. Ik weet niet. Gelieerd, wat is dan gelieerd? Europe Trust Nederland heeft na Centrum de Middenweg nooit 1,2 miljoen. En ook geen één stichting die ik ken heeft, of waar ik in zit of waar ik bij betrokken ben, heeft 1,2 miljoen gekregen. Dus u ontkent dat die 1,2 miljoen euro uit Qatar, via Qatar Charity naar Europe Trust gekomen. Of ja. Europe Trust of een stichting die u, waar u aan gelieerd bent. Nee. Op welke manier komt dat geld naar Nederland toe? Want u zegt Qatar Charity krijgt het geld overgemaakt, of maakt het geld over naar Europe Trust Nederland, excuus. Hoe gaat dat? Gaat dat via bankrekeningen? Via de bank. Alleen via de bank? Ja. Geen money transfers? Nee. Geen cashgeld? Nee. Helemaal nooit? Nooit. Ook niet voor andere financieringen? Nee. Bij ons is altijd alles via de bank gegaan. Bij Stichting Middenweg gaat altijd alles via de bank en bij Stichting Europe Trust Nederland... Middenweg heeft nooit 1 cent uit het buitenland gehad. Europe Trust heeft altijd alles via de bank gedaan. Alles via de bank. Uit welke landen wordt Europe Trust Nederland precies gefinancierd? 1 keer uit Kuwait en 1 keer uit Qatar. En die Qatar was Centrum Middenweg en Kuwait was de Blauwe Moskee. Ja. Onderhoudt u nog steeds contacten met de donateurs? Nee, omdat ik ken ze niet. Tenminste, ik weet bij wie ik ben geweest, maar ik weet niet... Laat ik dan preciezer zijn in mijn vraag. Onderhoudt u nog contact met Qatar Charity? Nee. Helemaal niet? Helemaal niet. U legt ook geen enkele manier verantwoording af over de besteding van het geld, ook niet in eerdere fases? We hebben helemaal in het begin, om te laten zien dat je daadwerkelijk datgene hebt gedaan wat je... Dat is dan wat bij het papierwerk van Qatar Charity mochten de sponsoren daarom vragen, dat je vastlegt... Kijk, we hebben een foto, het pand is ook echt gekocht, het is ook echt gedaan en het draait zoals we hebben beloofd dat we het zouden gaan draaien. En daarna ben je helemaal klaar. Heb je niks meer te maken met Qatar Charity. Dan wil ik met u gaan naar de Blauwe Moskee, waar u voorzitter van bent. U bent ook betrokken bij de financiering, volgens mij, van de Blauwe Moskee in Amsterdam. Ja, we zijn halverwege de financiering zijn wij betrokken geraakt bij Europe Trust Nederland en uiteindelijk later de Blauwe Moskee. Maar dat liep weer via Europe Trust Nederland? Europe Trust Nederland, ja. En bij welke organisatie heeft u daar een aanvraag gedaan? Dat in twee ministeries. Er was al een initieel bedrag uit Qatar. Welk bedrag was dat? 400.000, denk ik. We hebben daar ooit een factsheet op de website. Hoor. Daar stond precies omschreven welk bedrag van waar. Ik dacht 400.000 euro. En de rest, dus iets van 2,3 miljoen, hebben we voor mij hoofdzakelijk uit twee organisaties. Ministerie van Religieuze Zaken van Kuwait. En Aman al-Amal al-Qaf is een soort van vastgoedorganisatie in Kuwait. Gelieerd ook aan het ministerie. U zegt, u kreeg geld uit Qatar. Was dat via Qatar Charity? Ja. Dat was voor de Middenweg en of nee? Nee, voor de Blauwe Moskee. Ik heb nu echt specifiek over de casus Blauwe Moskee. Nee, Blauwe Moskee, nee. Ik denk niet dat dat Qatar Charity was. Welke club was het wel? Ik weet het niet uit mijn hoofd. De naam. Was het een overheidsorganisatie? Was het een vergelijkbare organisatie als Qatar Charity? Nee, volgens mij heb je in Qatar niet echt overheidsorganisaties. Volgens mij zijn het gewoon eigen stichtingen die moeten voldoen aan overheidsregels. En volgens mij in die tijd had je er 5. Je had Dawa Islamia, RAF, Aid Charity. Maar u weet niet waar die 4 ton vandaan komt. Ik weet niet via welke deze is gekomen. Dat zou ik na kunnen kijken. U had het zo net al even over die factsheet van de Blauwe Moskee. Die zijn we inderdaad ook tegengekomen. Maar die staat niet meer op de website van de Blauwe Moskee. Is daar een speciale reden voor?
Nou, het was in die tijd heel relevant en volgens mij is het na een jaar of 10 wel, was het wel duidelijk. Maar als er nog steeds mensen zijn die naar vragen, voor mij staat het ook in kranten nog steeds. Dus, U gaf aan bij twee organisaties in Kuwait geld te hebben aangevraagd. Was daar nog een rol van een ministerie bij? Van Kuwait? Ja, dat was een aanvraag bij het ministerie. U heeft de aanvraag bij het ministerie van welk ministerie gedaan? Het ministerie van religieuze zaken. Goed, het geld kwam dus uiteindelijk in Kuwait. Hoe bent u aan die contacten in Kuwait gekomen? Ik kwam al in Kuwait sinds 2002. Voor bijeenkomsten, bekeerlingen bijeenkomsten. Zo kende ik mensen daar. En, van de een kom je bij de ander. En zo zijn de contacten gelegd. Het bedrag wat u volgens mij gekregen heeft uit Kuwait was 2,5 miljoen, klopt dat? Ik denk 2,3 en dan 4 ton uit, want volgens mij zat het om en nabij de 2,6. 2,3 miljoen uit Kuwait, van het ministerie van Religieuze Zaken. Ja, dat zou kunnen. In de fact sheet staat het precies, ik weet niet precies de cijfers nog uit mijn hoofd. Nu zijn er ook lijsten naar buiten gekomen van waar aanvragen gedaan zijn, ook onder andere van Kuwait. Klopt dat dit bedrag daar niet op voorkomt? Ja, er stond een veel lager bedrag. Ik weet toen in de nieuwsuitzending dat onze factsheet had veel grotere bedragen als wat hun uiteindelijk bij hun mee uitkwamen. En wat was het verschil qua bedragen? Ja, volgens mij hadden hun iets van een paar ton of zo op die lijst staan. Terwijl wij gewoon weten dat we, en dat hebben we ook op die factsheet al toen aangegeven, volgens mij hebben wij gewoon 2,3 miljoen aangevraagd of binnengekregen. En dat geld is ook allemaal gewoon via de bankrekening in één keer overgemaakt? Naar Europe Trust Nederland. Bij de Blauwe Moskee, meen ik me te herinneren, dat het zelfs nog via een notaris is gegaan. Dus dat het naar een notaris is gegaan en daar is de koop rondgemaakt en toen is het is dat afgehandeld via de notaris met de alliantie. En het klopt nog steeds dat de Blauwe Moskee een eigendom is bij Europe Trust Nederland? Ja. Zijn er rechtstreekse lijnen tussen het ministerie van Religieuze Zaken in Kuwait en Europe Trust Nederland? Nee, kijk, onze voorzitter is een voormalige medewerker van het ministerie. Hij is gepensioneerd en ook vanaf zijn pensioen is hij als voorzitter bij ons in de stichting gekomen. Maar verder zijn er geen banden tussen Europe Trust en het ministerie. Hoe kwam je daar zo terecht bij dat ministerie? Nou ja, dat is vrij voor de hand liggend als je naar Kuwait gaat en je wil iets in de religieuze trant doen, dat je dan bij het ministerie van Religieuze Zaken uitkomt. U had ze net ook al even over de factsheet over de Blauwe Moskee. En daarin staat dat het ministerie van Religieuze Zaken in Kuwait het bedrag voor het moskeegebouw in twee tranches heeft overgemaakt aan het ministerie van Buitenlandse Zaken van Kuwait. Die heeft het overgemaakt naar de ambassade van Kuwait in Nederland. En die heeft het bedrag weer overgemaakt naar Europe Trust Nederland. Dat klopt? Dat zou heel goed kunnen, ja. Dat klopt. Het klinkt redelijk omslachtig, die werkwijze. Waarom is voor deze werkwijze gekozen? Ik weet niet, voor ons was het belangrijk dat het geld gewoon hier of bij de notaris of desnoods bij ons terecht zou komen. Nou, omdat het een flink bedrag was, vonden wij het wel fijner als het gewoon naar de notaris zou gaan, dat het gewoon heel duidelijk was hoe die transactie was gegaan. Maar die notaris kom ik in die fact sheet niet tegen. Nou ja, wat ik zeg, volgens mij, ik weet dat er een notaris destijds bij betrokken was. Ik weet niet of dat niet omdat dat is door mijn collega afgehandeld destijds specifiek. Dus dat is wat ik in mijn herinnering weet. Maar klopt wat in de fact sheet staat of klopt wat u nu zegt dat het ook nog een notaris een rol heeft gespeeld? Wat ik zeg, in mijn herinnering is het naar de notaris gegaan en van de notaris is het naar de alliantie gegaan. Maar het kan ook zo zijn dat het van de notaris naar onze rekening, omdat wij het als kopende partij direct aan de alliantie moesten overmaken. Ik kom toch nog even terug op de omslachtige manier waarop dit gegaan is. Want het ministerie van Religieuze Zaken had natuurlijk ook gewoon direct geld over kunnen maken naar Europe Trust Nederland, waar het uiteindelijk terecht gekomen is. Waarom is dat niet gebeurd? Nou ja, waarschijnlijk zijn dat regels binnen Kuwait dat transacties naar het buitenland via het ministerie van Buitenlandse Zaken gaan. U heeft daar geen navraag naar gedaan waarom dit zo omslachtig moest? Nee, dat zijn gewoon hun protocollen waarin ze zoiets afhandelen. En dat is niet aan mij om daar
voor de rest iets van te... Het is niet bedoeld om te omzeilen dat de bank vragen gaat stellen waarom er geld uit het buitenland komt, omdat het nu via gewoon de Koeweitse ambassade komt. Nee, want... Nee. Nee, dat is absoluut. Dat kan me niet voorstellen dat het... Maar u vindt dit een normale werkwijze? Ja, normaal, ja. Via vier tussenpersonen overgemaakt naar uw organisatie? Ja, ja. Nou ja, het is allemaal via het brand. Dus of je nou één keer kijkt of twee keer kijkt, uiteindelijk kan je gewoon precies zien wat er van welke bank naar welke bank. Het is niet onduidelijk of zo. Dus ik vind het ook niet bijzonder dat het via een ambassade hier in Nederland gaat, dat geld? Nee. Nee, als dat zo is gegaan en als dat toen vraag was. Sterker nog, ik heb liever dat als dit soort grote bedragen, dat dit gewoon via of een notaris of de ambassade, dat iedereen gewoon duidelijk weet welk geld er is binnengekomen en waar het heen is gegaan. Als dat ik het ergens alleen maar, dat ik alleen de enige ben die het binnenkrijgt. En dat je later vraagt van nou, is dat wel helemaal goed gegaan? Maar het is natuurlijk voor een bank lastiger te traceren als ze 4-5 stappen terug moeten om te kijken waar de bron van het geld zit. Nou, dat lijkt mij niet. Het lijkt mij als de bank gewoon kan zien of er een transactie naar de ambassade is gegaan en waar het van de ambassade weer heen is gegaan. Als je dat navraagt, dan weet je precies hoe dat is gegaan. Dat is dat ook nagevraagd? Is dat nagevraagd destijds? Nee, de bank heeft nooit wat gevraagd. De bank heeft nooit wat gevraagd? Nee. Zijn er ook nog voorwaarden gesteld aan de beschikbaar stellen van dit toch behoorlijke bedrag? Door Koeweit? Nee. Ja, dat je houdt aan hetgeen wat je hebt aangevraagd. Dus een moskee, hè, zoals ik al zei, waarin het heel belangrijk is dat het een open moskee voor iedereen is. Waarbij je een open karakter, niet op één etniciteit gericht. Maar dat is niet vastgelegd. Van joh, je moet je echt aan deze voorwaarden, dus er is geen contract of zo nog moeten ondertekenen van joh, je moet je hier of hier of hier aanhouden. Op een gegeven moment het is overgemaakt en Europe Trust is de eigenaar. En verder kunnen wij volledig handelen hoe we willen. Wat voor type moskeeën financiert Koeweit gemiddeld genomen? Geen idee, onze moskee in ieder geval. Zullen we niet bijvoorbeeld in lijn met de staatsgodsdienst of de godsdienst die, of de ideologie die zij aanhangen? Nee, heb ik nooit wat van gemerkt. Ik zou ook niet weten wat dan hun staatsgodsdienst zou moeten zijn hoor. Bij de Blauwe Moskee heeft u ook geld gekregen van Qatar Charity. En op zich klopt het ook wel, denk ik. Ik weet niet of dat van Qatar Charity was. Niet? Nee, ik weet dat het uit Qatar kwam, maar ik heb u net gezegd. Ik weet niet of het van Qatar Charity of E-Charity of Al-Dawa Islamia. Dat weet ik niet. Ik weet niet meer van welke specifieke organisatie. Ik weet dat er geld uit Qatar was. Dat was voordat wij betrokken raakten bij dat project. Dus ik weet nu niet uit mijn hoofd. Dat zou ik voor u kunnen nakijken. Wat is de formele of informele rol van de heer Al-Karawi bij de Blauwe Moskee? Nou, bij de Blauwe Moskee niks. Hij is bestuursvoorzitter van Europe Trust Nederland. Zoals ik zei, na zijn pensioen is hij als een soort van persoon als voorzitter in Europe Trust Nederland gekomen als bestuurder. En dat is zijn betrokkenheid. Dus hij is daarmee een soort van de huisbaas. Het is niet zo dat hij er feitelijk de scepter zwaait. Nee, natuurlijk niet. Hij zit toch niet in de Blauwe Moskee? Blauwe Moskee heeft een eigen stichting. De heer Al-Karawi was voormalig topambtenaar van Koeweit bij het ministerie van Religieuze Zaken. Dat klopt, dat is u bekend? Ja. Waarom is hij als voormalig topambtenaar van het ministerie van Religieuze Zaken in Koeweit voorzitter van Europe Trust Nederland geworden? Nou, hij ging met pensioen. Het is een man die heel veel ervaring heeft. Over heel de wereld geweest met allerlei... er komen natuurlijk honderden, misschien wel duizenden mensen met aanvragen, met projecten, met noem maar op. Hij vond Nederland een heel leuk land. Wij vonden het ook heel leuk. We vonden hem ook heel erg fijn als persoon. Een hele makkelijke, toegankelijke, fijne man. Maar is het gebruikelijk dat een topambtenaar uit Koeweit uiteindelijk bij dit type organisaties terechtkomt? Geen idee of dat gebruikelijk is. Ik ken hier nog 10 organisaties die een Koeweitse voorzitter hebben. Maar wat ik zeg, ik heb hem als persoon geaccepteerd. En dat vond ik fijn. Niet als topambtenaar. In 2012 krijgt de Blauwe Moskee geld uit Koeweit via Europe Trust Nederland. Maar uiteindelijk van het ministerie van Religieuze Zaken. En in 2013 wordt Al-Karawi voorzitter van Europe Trust Nederland. Een voormalig topambtenaar
bij het ministerie van Religieuze Zaken in Koeweit. Mm-hmm. Is dat toeval? Nou, hij is toen met pensioen gegaan. Dus nou, dat is geen toeval. Nee, maar is het toeval? Is er een verbinding tussen het feit dat, dat het geld uit Koeweit van het ministerie van Religieuze Zaken is gekomen en een jaar later wordt meneer Al-Karawi voorzitter van Europe Trust Nederland die de financiering regelt? Nee, dat is geen verbinding tussen zoveel. Voor het ene kwam het ander. Dat is puur toeval? Nee, niet puur toeval, want we zijn natuurlijk in Koeweit geweest en hij is natuurlijk betrokken geweest bij het project van de Blauwe Moskee en hij vond het een hartstikke mooi initiatief en hij was heel enthousiast voor het type moskee wat wij daar wilden ontwikkelen. Maar het is volgens mij puur toeval? Ja, dat is maar er zit in ieder geval er zit niks achter dat er is afgesproken van nou luister, ik ga nu dit geld voor jullie regelen en dan moet ik over een jaar moet ik bij jullie de baas worden. Dat is hij ook niet, want hij is gewoon één van de bestuurders. En voor de rest heb je gewoon nog de andere bestuurders. Dus hij heeft daar in één stem. Maar je gaf eerder aan dat er eigenlijk helemaal geen relatie was tussen de Blauwe Moskee en het ministerie van Religieuze Zaken. Nee, omdat hij gepensioneerd is. Dat vindt u hij niet werkt toevallig. Niet meer bij het ministerie. Dat vindt u geen relatie? Nee, want hij werkt daar. Hij is toch gepensioneerd? Kijk, als hij dan nog zou werken, ja, dan heb je een relatie. Er is destijds zelfs nog een soort van geopperd dat ze zeiden, nee, hij zit daar namens het ministerie. Nou, dan had het simpel geweest. Dan had nu zijn opvolger voorzitter moeten zijn. Zijn er nog regelmatig contacten vanuit de Europe Trust Nederland, dan wel meneer Al-Karawi of vanuit u met Koeweit en het ministerie van Religieuze Zaken? Nee, ik heb helemaal geen contact met... Geen enkel contact? Ik ben al, denk vijf, zes jaar zeker niet in Koeweit geweest. Je kunt ook anders contact hebben dan alleen naar Koeweit reizen natuurlijk. Ja, oké, maar ik heb helemaal geen contact jaren al, zeker 5, 6 jaar met... Meneer Al-Karawi ook niet? Jawel, Karawi komt 1 keer per jaar hier, 1 keer, soms 2 keer, voor de vergadering met Europe Trust, met de bestuurders. Hij woont nog in Koeweit? Hij woont in Koeweit. En Europe Trust Nederland heeft verder ook geen relaties meer met het ministerie van Religieuze Zaken? Nee. Geen enkel? Nee, ik zou niet weten op wat voor manier... Ik bedoel dat er een contract of een overeenkomst, dat is niks. Ik ben nog steeds wel een beetje benieuwd waar Europe Trust Nederland nou zijn geld eigenlijk vandaan haalt. Krijgt hij zo'n commissie of een beheervergoeding? Of... Nee, ze hebben een overeenkomst met de stichtingen die de moskeeën beheren. Dat hun zorg moeten dragen voor alle verzekeringen, onkosten, nee, maar mijn vraag ging erover waar dat geld vandaan komt. Waar komt het geld vandaan er is om geen geld zo'n organisatie als Europe Trust Nederland draaiende te houden? Europe Trust Nederland is een stichting, die heeft geen eigen pand, heeft geen kantoor, heeft geen mensen in dienst. Die heeft niks nodig om... Maar die doet het beheer van een aantal moskeeën. Ik neem aan dat er ergens een keer onderhoud moet plaatsvinden. Nee, dat is volledig Ik neem aan dat er betaald moeten worden, vaste lasten betaald moeten worden. Dat u onderroerend zaakbelasting moet betalen. Dat doen de stichtingen die de panden in beheer hebben. Dus wij hebben een contract met Stichting Centrum de Middenweg. Maar Stichting Centrum de Middenweg is de beheerder. Europe Trust Nederland is eigenaar van het pand. Eigenaar, ja. En beheert het pand. Nee. Je beheert het pand niet. Nee. Je hebt in de Blauwe Moskee heb je Stichting de Blauwe Moskee. Die heeft een eigen bestuur. Nee, dat begrijp ik. Ik begrijp Europe dat de stichting de activiteiten van de moskee en dat soort dingen doet. Ja, en daar heeft Europe Trust niks mee te maken. Ze doen het volledige onderhoud van die panden zelf, de stichting. De Stichting Blauwe Moskee doet het volledige onderhoud van de Blauwe Moskee. Als eigenaar heb je toch ook lasten? Wat vaste dan? Lasten? Ja, wij krijgen de ontroerend zaakbelasting en dergelijke. Die komen binnen op onze naam, omdat de gemeente ons aanschrijft als eigenaar. Nou, die geven wij vervolgens door aan de stichting, of Stichting Centrum de Middenweg, of Stichting SSCCN in Den Haag, of in de Blauwe Moskee. En die moeten vervolgens zorg dragen voor de bekostiging. Die moeten dat betalen. Wordt u door de verschillende stichtingen betaald? Heeft nee. u een soort contract met ze? Nee. Waar leeft u dan van? Waar ik van leef zelf? Ja. Ik leef zelf voor mijn eigen inkomsten. Ik ben zelfstandig ondernemer en mijn vrouw werkt. We hebben het sinds 18 jaar, of na 18 jaar, een beetje omgedraaid dat ik iets meer thuis doe met ons jongste dochtertje van 4. En, mijn maar vrouw je bent zelfstandig ondernemer. Wat voor type bedrijf moet ik dan aan denken? Internet, websites. Websites voor? Ja, kan van alles zijn. Ligt eraan wie een opdracht geeft. Maakt niet uit? Nee. Niet de stichtingen waar u, daar krijgt u geen enkele vergoeding geen voor? Geen enkele vergoeding, nee. Geen enkele? Nee. Het is volledig uit uw bedrijfje voor internetinkomsten. Ja, en ook bij Europe Trust hebben we nooit nergens, op geen enkele vorm, salarissen of onkosten. Dat kan. Op het moment dat ik naar Koeweit moet vliegen, kan ik dat niet uit mijn eigen zak betalen.
daar heb ik geen geld voor. Of in het hotel slapen, noem maar op. Dus dat is in Qatar is dat destijds door een van de sponsoren daar als onderdeel van het project gesponsord. Want ik kan dat niet vanuit mijn eigen zak betalen. Maar dat geld moet dan ook ergens vandaan komen. Europe Trust Nederland zal dat dan ook ergens vandaan krijgen, toch? Wat? Dat geld, als ze uw reis- en verblijfskosten daar vergoeden. Nee, Europe Trust krijgt daar geen geld voor. Europe Trust kan een project aanvragen. Van wie krijgt u dat geld dan, voor die reis- en verblijfskosten? In Kuwait hebben we destijds van het ministerie hebben we onkosten gekregen, om de onkosten te kunnen declareren bij hun. Daar hebben we vergoeding voor gekregen. En zoals ik net zei, in vanuit Qatar het land Kuwait? Het ministerie van religieuze zaken, ja. We hebben het zo net ook al even over de Federatie van Islamitische Organisaties in Nederland gehad. Wat is de betrokkenheid van die club bij de Blauwe Moskee? Ja, voor zover ik weet en voor zover ik hoop, helemaal niks meer. In de factsheet staat inderdaad dat u afscheid heeft genomen. Klopt het dat het dan ook allemaal uit de koopactes is verwijderd? Ja, uit de koopactes allemaal verwijderd. Maar alleen de koopactes waar wij zicht op hebben. Wij weten niet wat er voor ons aan contracten eventueel is afgesloten. Maar u weet dus niet zeker of uit alle overeenkomsten die afgesloten zijn, dat verwijderd is? Nee, vandaar dat ik ook bestuurder ben gebleven in Fion, zodat ik in ieder geval zeker weet dat Fion in ieder geval geen dingen kan gaan doen zonder mijn maar weten. Maar u kunt niet uitsluiten dat Fion nog steeds betrokken is bij de Blauwe Moskee? Nou, dat kan ik wel. Nou, u geeft net aan dat u niet weet in welke koopactes het nog allemaal voorkomt. Dus. Nee, in de koopactes staat helemaal niks. De koopakte is gekocht en we zijn nu al 10 jaar eigenaar. Dan had er wel een keer onderhand wat boven water moeten komen. Maar u zegt zelf, ik heb niet kunnen controleren uit welke koopactes het allemaal wel en niet verdwenen is. Nee, de koopakte, wij hebben gewoon een nieuwe koopakte opgesteld. Dus dan kunt u toch ook niet uitsluiten dat Fion nog ergens bij betrokken is? Nee, ja. Ik kan uitsluiten dat bij de koopakte die gesloten is tussen Europe Trust en de Alliantie, Fion geen enkele rol speelt. Ook niet dus bij de koopakte die daadwerkelijk ook niet bij de Blauwe Moskee is, verder. Juist, die echt, dus de akte waarmee de moskee is gekocht door Europe Trust, daar heeft Fion geen enkele rol. Waarom heeft u, ja maar andere zaken, want u noemt het nu wel heel specifiek. Ook niet in andere stichtingen, andere organisaties. Nee. Geen enkele. Nooit wat tegengekomen. Maar u bent zelf secretaris van de Fion. Ja, maar zoals ik u net ook al zei, dat de voorzitter en ik, wij kunnen niet meer met elkaar in contact komen. Dus wat de voorzitter voor mijn tijd in Fion misschien met derde partijen heeft afgesproken of gedaan, net als het onderdeel in het koopcontract, daar kwamen we achter en hebben we er kunnen uithalen. Maar ik weet niet wat voor zaken hij voor mijn tijd als bestuurder heeft afgesloten. Dat is ook de reden waarom ik heb gezegd, ik blijf bestuurder in Fion, zodat ik zeker weet dat Fion in ieder geval, mocht de voorzitter ergens iets hebben gedaan, kan er niks gebeuren zonder dat ik als bestuurder daar een stokje voor kan steken. Maar u weet als secretaris van een stichting, waar u bestuursaansprakelijk bent ook, heeft u geen idee wat er verder in die organisatie gebeurt? Er gebeurt niks in die organisatie. Er gebeurt niks in die organisatie. Er gebeurt niks, want als er iets gebeurt, dan moet ik op de hoogte gesteld worden. Dus als de voorzitter nu, dus je hebt nu 2 bestuurders, je hebt de voorzitter en de secretaris. Op het moment dat nu de voorzitter iets wil gaan doen, heeft hij mijn handtekening nodig. Dus hij kan niks doen. En ik kan zonder hem ook niks doen. Dus de Fion kan op dit moment helemaal niks. En die doet ook helemaal niks al, ik denk 10 jaar. Ik wil nog even terugkomen op Centrum de Middenweg. Want de heer Sade heeft aangegeven dat Qatar Charity nooit 100% financiert. En het lijkt erop dat Qatar Charity dat in het geval van de Centrum Middenweg wel gedaan heeft. Ja, meneer Sade is niet zo heel erg goed op de hoogte. En u zegt Qatar Charity, is het normaal dat 100% wordt gefinancierd? Ik weet het niet, ik zit niet bij de dagelijkse transacties van Qatar Charity, maar in ons geval is het gewoon volledig betaald. Alle kosten zijn betaald door Qatar Charity? Ja. Okay. Zijn er nog meer stichtingen dan de Blauwe Moskee en het Centrum Middenweg in Nederland waar u financiering voor heeft geregeld? Nee. Niet dat ik me zo kan herinneren. U gaf zo net aan Stichting Ontdek Islam dat u daar ook geld dan wel in natura voor geregeld heeft? Ja, ik ben daar gewoon bestuurder. Maar dat is toch ook geld regelen? Ja. Zijn er nog andere voorbeelden? Nee, ik kan me niks. Nee. Nee, er zijn geen andere voorbeelden. Nee, klopt. Hoeveel geld heeft u in de loop der jaren in totaal bij elkaar ingezameld in de Golfstaten?
Middenweg en Blauwe Moskee. Praat je over een 2,6 miljoen en 7 ton. Ergens 3,5 miljoen. Dat is het totale bedrag wat u binnengaat. Ja. U bent ook betrokken geweest bij de SLA Moskee in Rotterdam. Daar heeft u geen enkele rol gespeeld in de financiering? Nee. Ook niet geld wat daar eventueel via Dubai binnengekomen is? Voor de bouw destijds, bedoel je? Nou, voor de bouw of anderszins. Nee, het geld kwam nooit via Dubai. Het geld, ik ben daar 4 jaar in dienst geweest als adjunct directeur. En daar werden budgetten, die werden vastgesteld vanuit Dubai. En daar runden wij. U heeft dus geen enkele rol gespeeld bij financiering van de SLA Moskee? Op geen enkele manier toen u daarbij betrokken was? Nee, ik was in dienst bij de Al Maktoum Foundation. Ik ben niet in dienst geweest van de SLA Moskee. Nee, ik vraag niet of u in dienst bent geweest. Ik vraag of u betrokken bent geweest. Nee, maar ik stelde voor de Maktoum Foundation ik een jaarbudget op. Van joh, we hebben zoveel personeel. Dus we moeten dit jaar zoveel Eneco betalen. We moeten personeel betalen. We moeten belastingen betalen. Nou, maar ik begrijp dat u als u in dienst bent en dat moest regelen dat gebeurt. Maar mijn vraag was of u bij financiering betrokken bent geweest. Nee, maar geen enkele manier. Ik vroeg aan u, van bedoelt u van de bouw? U zegt nee, ja, in het algemeen. Het kan de bouw zijn. Het kunnen andere activiteiten zijn. Het kan predikers hierheen halen zijn. Het kan binnenhalen van boeken zijn. Ja, daarvoor zeg ik u. Ik maakte een jaarbudget voor de kosten in de tijd dat ik daar... En daarvoor haalde u het geld dan uit de Golfstaten? Nee, ik stuurde het budget naar Dublin. En Dublin naar Dubai. En dan als het budget binnenkwam, kregen wij van Dublin maandelijks het bedrag wat we nodig hadden. Maar wat zit er in Dublin dan? Dublin zit het hoofdkantoor van Maktoum Foundation. Ik denk dat mijn collega Van den Bergen daar straks nog wel even op terugkomt. Wanneer heeft u voor het laatst geld aangevraagd in de Golfstaten? Nou, mijn laatste jaar dat ik daar werkzaam was, het laatste jaarbudget heb ik ingediend. Nee, even afgezien van de verschillende... De laatste keer dan is de Middenweg. Dat was de laatste keer dat u geld heeft aangevraagd? April 2014. Ik ben in april daar geweest. En dat is het moment dat we de financiering hebben gedaan, april 2014. Nee, maar ik vraag niet specifiek naar de financiering. Ik vraag naar u als persoon, wanneer u voor het laatst geld heeft aangevraagd, ongeacht voor welke stichting, april 2014. Europe Trust Nederland heeft de afgelopen jaren geen aanvragen meer gedaan. Nee. Waarom heeft u geen aanvragen meer gedaan? Nou, omdat wij hebben 2 moskeeën waar we hartstikke druk in zijn. En mocht dat goed lopen en willen we, als we uiteindelijk misschien een keer een derde moskee, dan kan het zo zijn dat we weer een aanvraag gaan doen. Maar alleen dat is, in die jaren is dat niet gebeurd. Kijk, we zijn ook niet een organisatie die constant maar bezig zijn met allemaal aanvragen om maar dingen. Nee, wij hadden voor specifieke zaken hebben we het aangevraagd. En daar zijn we nu mee aan de slag. Dat is Centrum in de Middenweg en dat is de Blauwe Moskee. U heeft miljoenen naar Nederland toegehaald vanuit de Golfstaat. En heeft er ooit iemand in Nederland hier daarna gevraagd van waar het vandaan kwam, wat de oorsprong van het geld was? Ja, journalisten hangen natuurlijk wel eens wat. Nou ja, maar even buiten journalisten, overheid, banken. Nee. Dus nooit een bank die u gevraagd heeft. Dus nooit de overheid die u gevraagd heeft waar komt dat geld vandaan? Nee. Welke verbanden liggen er met bepaalde organisaties? Nooit. Nee. Ja, we zijn een keer bij de burgemeester van Amsterdam geweest. Dat was dan weer als er een spreker was of zo. Of in Rotterdam. En dan moet je met de directie veiligheid of zo. En dan, maar dan ga je niet praten over van... Nee, maar het ging mij nu specifiek over de financiering. Het geld wat naar Nederland toekomt, daar is nooit een vraag over gesteld. Ook niet door de bank. Nee. Vindt u dat raar? Nee, ik ben geen bankier. Ik weet niet hoe dat werkt. Nee, maar ik vraag of u het raar vindt. Nee, ik vind dat niet raar. Ik heb daar geen zicht op of dat raar is of niet. Ik heb geen idee. Ik vind dat niet raar. Het geld is gewoon via de bank gegaan. Nou, het is gewoon een transactie. En vervolgens ben je gewoon klaar. De bank die rekent zijn kosten eventueel en die heeft zijn werk gedaan. De Blauwe Moskee waar u voorzitter van bent, heeft een ambi-status, klopt dat? Volgens mij niet. Niets? Nee. Ook niet gehad? Nee. Helemaal nooit gehad? Nee. Ik weet, de Middenweg heeft een tijdje, maar de Middenweg ben ik dan geen bestuurder. Die hebben een tijdje een ambi-status, maar die hebben het ook weer gelaten. Want het is natuurlijk heel aantrekkelijk om ambi-status te hebben, want dan kun je fiscaal aftrekbaarheid van de giften. En
voor een deel leeft de stichting, denk ik, van giften. Waarom hebben die dan niet de ANBI-status? Nou, we hebben daar eigenlijk nooit echt behoefte aan gehad. Die vraag kwam ook niet van de mensen die ons giften geven. Kijk, bij ons is het heel vrijblijvend. Wij hebben juist, omdat we vanuit het buitenland gefinancierd zijn, zijn de panden afbetaald. En wij zeggen tegen de mensen, joh, iedereen is welkom. En als je vrijwillig iets wil geven, dan doe je het in de pot. Dan draag je iets bij. En zo niet. We hebben bijvoorbeeld ook geen ledenadministratie of zo. Die maar waarom heeft de Stichting Middenweg dan wel een ANBI-status gehad van 30 juni 2014 tot 31 december 2016? Ja, dat zei ik. Ze hebben het destijds aangevraagd om te kijken of dat daar behoefte was. Maar niemand had daar behoefte aan. Dus ze hebben gezegd, nou, stop maar weer met de ANBI-status. Maar waarom heeft ze hem dan ooit wel gehad? Om te kijken of dat voor de mensen aantrekkelijk was. Kijken hoe de mensen daar gebruik van zouden maken. Ja, als niemand vraagt om zo'n bonnetje of zo'n dingetje, dan heb je dat allemaal wel. Nou ja, dan heeft het geen nut. Het is niet omdat er allemaal gedoe aan vast zit dat u dan jaarverslagen moet publiceren op de website en dat soort zaken? Nee. Als je daarvoor kiest om dat te doen, dan moet je dat gewoon kunnen doen. Wat ik wel met andere moskeeën heb meegemaakt. Dat gewoon kunnen doen. Maar vraag is volgens mij heel concreet. Heeft u geen ANBI-status omdat het een romslomp is en omdat u dan de jaarverslagen moet publiceren op bijvoorbeeld een website? Nee, dat is niet de reden geweest waarom niet. Het was gewoon geen vraag naar, er was geen behoefte. De mensen die aan ons doneren, hebben daar niet om gevraagd. U zegt van, er is niet om gevraagd. Maar ik zie ook niet dat de twee, Centrum Middenweg of Blauwe Moskee, publiceren die wel, laat ik het anders vragen. Publiceren die wel hun jaarverslagen op de website? Nee. Is daar een reden voor waarom u dat niet doet? Deponeert u ze wel bij de Kamer van Koophandel? Nee, ook niet. Waarom niet? Omdat het bestuur is op de hoogte van de kosten en die zijn belanghebbend daarin. En voor de rest zijn er geen andere belanghebbenden die daar zicht op hoeven te hebben of moeten hebben. U heeft in het begin gezegd dat u open en toegankelijk wilt zijn. Hoort daar dan ook niet bij dat u open bent over en transparant bent over het geld, de geldstromen, waar het vandaan komt? En dat het dan ook heel normaal is dat je een jaarverslag of een jaarrekening publiceert? Als je een ANBI-status hebt, dan ben je verplicht, dan is heel normaal. Nee, maar dan moet iedereen dat weten. U heeft in het begin, meneer Van der Blom, heeft in het begin aangegeven dat u open en toegankelijk wilt zijn. Ja. We hebben al gezien dat de factsheet Blauwe Moskee niet meer op de website staat. Maar daar is bijvoorbeeld bij de Blauwe Moskee ook niet een jaarrekening of een jaarverslag of iets dergelijks te vinden over activiteiten. Nee. Maar dat is dan volgens u open en toegankelijk? Ja, wij zijn volledig open en toegankelijk. Wat ik al zeg, als iemand iets wil weten over de financiën, dan... Maar u publiceert geen jaarverslagen, jaarrekeningen op de website? Nee. Nog kijk, als je je hebt in veel moskeeën, dan ben je een vereniging. Dan moet je gewoon naar je leden. Die zijn belanghebbend. Dus je leden, daar moet je naar publiceren wat je wel en niet doet. Die betalen ook contributie. Maar bij ons zijn de enigste belanghebbenden zijn uiteindelijk de bestuurders van de stichting. Die zijn volledig op de hoogte over de financiën en wat er gebeurt. En die worden volledig op de hoogte gehouden. Dus dan ben je volledig open en transparant naar degene die belanghebbend zijn. Maar je krijgt toch ook giften van mensen. En ik neem toch aan dat die ook geïnteresseerd zijn waar de rest van het geld vandaan inderdaad, komt. Als iemand zegt van, joh, luister, ik wil je deze gift geven, maar ik wil uiteindelijk wel het bonnetje zien. Nou, dan krijgt diegene dat. Ja, maar ik vraag niet naar het bonnetje. Ik denk dat mensen die je gift geven misschien ook wel geïnteresseerd zijn in waar de rest van het geld vandaan komt. En of daar bijvoorbeeld verbindingen zijn met andere golfstaten. Nou, bij mij heeft nooit iemand gezegd dat ze daarin geïnteresseerd waren. Tot slot wat mij betreft nog één vraag. U heeft gezegd dat bij de Blauwe Moskee alles via de bank ging. Ging dat in de Centrum Middenweg ook zo? Het Centrum de Middenweg heeft nooit geld uit het buitenland gehad. Europe Trust Nederland heeft het pand aangekocht met geld uit Qatar. Dat is allemaal via de bank gegaan. Geen cash geld, ook niet bij de Centrum Middenweg, niet bij Europe Trust Nederland. Geen enkele manier. Nee. Middenweg heeft niks te maken gehad met Qatar en de financiering vanuit Qatar. Nee, maar even afgezien van Qatar. Ik bedoel, je kunt specifiek nu naar Qatar toesturen, maar ik vraag het in meer algemene zin. Ja, maar het geld van het pand waar de Middenweg in zit, is uit Qatar gekomen. Nee, maar even afgezien van het pand van de Middenweg. Het gaat mij om de stichting Centrum Middenweg. Het gaat mij om Europe Trust Nederland. Daar komt geen cashgeld binnen. Nee, Europe Trust Nederland heeft de laatste transactie was de transactie van Qatar
naar Europe zoals Nederland, waar de, het pand van de Middenweg mee is gekocht. In Centrum Middenweg? Daar komt ook geen cashgeld binnen. Ja, tuurlijk wel. Er doen toch mensen geld in een... Ja, maar mijn vraag aan u was, van komt er cashgeld binnen? En u zei in eerste instantie nee. Omdat we het hebben over financiering van de moskeeën. U gaat nu dadelijk misschien nog vragen, joh, krijgen de bestuurders nog cashgeld? Hebben ze geld in hun zak zitten? Het is voor ons belangrijk om te zien hoe totale organisaties gefinancierd zijn. Dat is, deels kan dat het vastgoed zijn, deels kan zijn dat andere activiteiten en ook de vaste lasten bijvoorbeeld van een organisatie. Maar ja, u geeft dus aan dat er wel cashgeld... Het gaat toch over buitenlandse financiering? Ik vraag uw commissie u, gaat toch over buitenlandse financiering? Toch niet over u, wat iemand in een collectebusje doet? Meneer Van der Blom, ik vraag u gewoon of er cashgeld in die twee organisaties rondgaat. En dat is volgens mij een hele normale vraag. Nee, ik vind dat een hele rare vraag. Op het moment dat parlementsleden over religieuze organisaties gaan vragen hoe het geld van de bezoekers, hoe dat loopt. Dat is geen normaal. Dat is natuurlijk, kijk, de commissie is natuurlijk in zijn geheel daar natuurlijk al een beetje apart. Maar in, ik vraag u er gewoon naar de normale weg. U zegt van er gaat cashgeld rond. Het is niet voor niks dat ik daarna vraag. Er gaan natuurlijk verhalen dat er ook tassen met geld rondgaan. Wat een door uw specialist van afgelopen maandag. Maar ik vraag u kunt het hier rechtzetten als u wilt, of dat het geval is bij Centrum Middenweg, of bij de Blauwe Moskee, of bij Europe Trust Nederland. Tassen geld met geheime of met privéjets in Zwitserland en dan complete onzin. Maar ik vraag niet naar de jets, ik vraag niet naar de tassen met geld. Ik vraag u gewoon over cashgeld. Ja, maar u refereert aan verhalen die er rondgaan en volgens mij was dit het verhaal. Nou, dat is gewoon onzin. Er zijn nooit tassen met geld binnengekomen bij de Blauwe Moskee, niet bij Centrum de Middenweg, waarbij mensen, ik heb zelfs ook wel eens, denk ik, in een kranteninterview gezegd, mensen moeten ook niet denken dat als je naar de Golfstaten vliegt, dat je dan ergens in een tent bij een man met een grote baard een zak geld meekrijgt of zo. Maar in Centrum de Middenweg, nog Europe Trust Nederland, gaat alleen cashgeld als het gaat om de giften van gewoon de bezoekers de van bezoekers, de moskee. Juist, misschien mag ik mijn vraag even stellen. De bezoekers van de moskee, dat is het enige cashgeld wat er rondgaat in Centrum Middenweg, Europe Trust Nederland en de Blauwe Moskee. Ja, geen cashgeld uit Arabische landen of uit andere landen. Meneer Van der Blom, eerder in dit verhoor gaf u aan dat u nooit te maken heeft gehad met ongewenste beïnvloeding vanuit het buitenland. Mm-hmm. Dat bevestigt u? In mijn rol als bestuurder van de stichting. Ja, van de organisatie waarbij u bent betrokken geweest, zei u. Ja. Ik wil even terug met u naar de periode 2014-2018, waarin u adjunct-directeur was bij de SLA Moskee in Rotterdam. Het kwam al even ter sprake. Deze moskee is gefinancierd door de Maktoum Foundation uit Dubai, uit de Emiraten. En er zaten ook bestuursleden van de Maktoum Foundation uit Dublin in het bestuur. Ja, klopt dat? Eentje. Wie was er? Noor Al-Kaddou. Mm-hmm. Klopt het ook dat in november 2017 de heer Al-Kaddou aangaf dat de moskee, dat de imam die u als gastimam voor ogen had, de heer El-Fokani, niet welkom was in de moskee? Niet als gastimam. Yassin was al imam vast maandelijks. Voor de tijd dat ik daar, dus ik denk vanaf 2013 al. Maar hij was niet welkom wat betreft nee, de Maktoum Foundation? Ja, na veel gesteggel werd er in november. Nou, maar jij is genoeg. Ik wil gewoon even bevestigd hebben of de feiten kloppen. In plaats daarvan stuurde hij zelf een imam naar de SLA moskee. Nee, in de periode ervoor is het wel eens voorgekomen dat wanneer Yassin stond ingepland om de preek te geven, dat er werd gezegd van deze vrijdag hoeft Yassin niet te komen, want er komt iemand op bezoek die de preek geeft. Klopt het dat in november 2017 imam Hussein Halawa is ingevlogen? Nee, dat is ervoor geweest. Ik denk dat maar hij is wel ingevlogen. Het is ervoor geweest, maar hij is dus ingevlogen. Hij heeft de allereerste preek van de moskee, de openingspreek, heeft hij gegeven. Hij heeft vaker gepreekt daar, want hij is... En dat was een beslissing van de Maktoum Foundation? Niet van u als adjunct-directeur, klopt dat? Nee, klopt. Klopt, hè? Klopt, omdat wij... En dat had niet zoveel... Nee, jij is voldoende. Ik vraag daarna, nou, omdat u voldoende, eerder... Ik check even of de feiten die uit ons vorige onderzoek komen kloppen. En ik vraag ernaar, omdat u eerder zelf aangaf, ik heb nooit te maken gehad met ongewenste buitenlandse beïnvloeding.
Nou, als ik adjunct-directeur zou zijn in de organisaties van de moskee, waar ik bestuurlijke verantwoordelijkheid had. Ik had hier geen bedoel. U was hier toch adjunct-directeur? Inmenging, ja, maar buitenlandse beïnvloeding. Je praat niet over beïnvloeding op het moment dat je volledige bestuur buitenlanders zijn. Ze hadden niet beïnvloeding, ze hadden het volledig voor het zeggen daar. Het was geen beïnvloeding. Hun waren de baas. Hun waren de werkgever van iedereen die daar aan het werk was. Dus de Maktoum Foundation... Dat is geen beïnvloeding, dat is gewoon de baas zijn. De Maktoum Foundation had het volledig voor het zeggen in de Essalah-moskee. Ja. U zegt dat is geen buitenlandse beïnvloeding. Dat is gewoon volledige eigenschap. Dat is niet beïnvloeding is als er een stroming is... en er komt iemand die probeert daar iets in te beïnvloeden. Nee, hun waren gewoon volledig de baas over alles... wat er van de Maktoum Foundation gebeurde. Okay. Heeft u in andere religieuze organisaties waarbij u betrokken bent geweest... eenzelfde vorm van volledig zeggenschap, ik spreek in uw woorden... volledig zeggenschap meegemaakt? Nee. Niet meegemaakt? Nee. Dus alleen in de Essalah-moskee heeft u dat meegemaakt? Niet in de Essalah-moskee. Kijk, dat zijn ook weer twee aparte dingen die je moet zien. Je hebt Stichting Essalah-moskee, Stichting Moskee Essalah... en Stichting Al-Maktoum Foundation... Ook daar was weer het vastgoed en de activiteiten waren gescheiden. Het personeel stond allemaal op de loonlijst bij de Al-Maktoum Foundation. Een Nederlands opgerichte stichting waarbij je 3 buitenlandse bestuurders had. Dus ik ga proberen het even scherp te krijgen met u. Maktoum Foundation had de Essalah Moskee gefinancierd. Klopt dat? Ja. Ja. Al-Maktoum Foundation had het volledig voor het zeggen. Klopt dat? Nee. Niet over de Essalah-moskee, want in de Essalah-moskee zaten ook nog 3 Rotterdamse bestuurders. Dus het vastgoed, eigendom, in Stichting Moskee Essalah, daar zaten zowel 3 Arabische bestuurders als 3 Rotterdamse bestuurders. Dan ga ik het anders formuleren. Al-Maktoum Foundation had een grote mate van zeggenschap over wat er in de Essalah-moskee gebeurde. Klopt dat of klopt dat niet? Bij de dagelijkse gang van zaken, en dat werd gerund door de Al-Maktoum Foundation, hadden hun het volledige zeggenschap. Volledige zeggenschap. Ja. Dus hun namen het personeel aan. Hun betaalden het personeel. Hun betaalden de rekeningen. Dat was alles. Alles was daarbij in hun beheer. En de Al-Maktoum Foundation bepaalde dus ook... met regelmaat welke predikers er kwamen spreken. Nee, absoluut niet. Juist niet. En dat is ook de afspraak waarbij ik daarbij in dienst ben gegaan. Dat juist het volledige zeggenschap over... alle activiteiten die daar plaatsvonden... door... ons als lokale personen, dus ik en Azedin, imam Forkani, hè, dus als een team met imams en, mm-hmm. en de andere staf, dat wij volledig zouden bepalen wat er aan activiteiten zou plaatsvinden. Hoe ruimt u dat, meneer Van der Blom, met wat u eerder zei over het feit dat u te verstaan werd gegeven dat de heer El Forkani niet meer hoefde te prediken? Dat was na 3,5 jaar, dus ik heb daar 3,5 jaar uitstekend gewerkt. Na 3,5 jaar deed dit voorval zich voor. En dat kunt u ook gewoon uitgebreid in de krant teruglezen. Op dat moment heb ik letterlijk gezegd van nou, als u, dus de persoon in Dublin, als u dus nu duidelijk zegt dat Yassin niet mag preken, dan hebben we een probleem met elkaar. En dan moet u langskomen, want dan moeten we daarover gaan zitten. En hoe reageerde de Al-Maktoum Foundation uit Dublin daar? Geen probleem, daar gaan we over zitten. Dus het was eind november. Mm-hmm. En die persoon is in december niet gekomen, januari niet gekomen. Geen telefoontje, helemaal niks. Februari niet gekomen. In maart heeft hij zijn assistent gestuurd uit Dublin. En die heeft de hele staf ontslagen. En het gesprek is er nooit meer van gekomen op die manier. Hm. En de maanden die je noemt, die hebben betrekking. November, december, januari, februari, maart. November, december op 2017. En januari, februari, maart op 2018. Ja. En in maart 2018, natuurlijk vlak na een rechtszaak die er weer was met lokale mensen... Is niet de persoon zelf, dus niet de bestuurder. Maar namens het bestuur is er een assistent gestuurd... en die heeft de volledige staf, inclusief mij, ontslagen. En ik heb nooit meer contact gehad met de desbetreffende bestuurder uit Dublin. Dus ik heb ook nooit meer uitleg gekregen waarom Yassin niet mocht spreken. Hoe wenselijk vindt u het, meneer Van der Blom? Hoe wenselijk vindt u het als een buitenlandse financier... zo'n grote mate van zeggenschap, noemde het zelf volledig zeggenschap heeft, over wie er komt prediken in een moskee in Nederland?
Nou ja, het ging 3,5 jaar hartstikke goed. We hebben daar Azzedine Karat, een bekende imam in Nederlandse taal met jongeren alles. Dat ja, het was, gaat me even dat niet was, over de 3,5 jaar. Ja, maar u moet me wel een beetje de kans geven om iets uit te leggen. Omdat anders krijgen we hier niet inzichtelijk waar het precies om gaat. Dat was buitenlands beleid. Ik vraag u, hoe wenselijk vindt u het als dit gebeurt? Dit specifieke geval vond ik heel onwenselijk. Vandaar dat ik ook tegen die persoon heb gezegd, luister, als dit het geval is, dan hebben we een probleem. Dan moeten we aan de tafel om dat op te gaan lossen. Dan moeten we aan tafel om het op te lossen? Ja. Omdat ik kon me daar niet bij neerleggen. Ik zou nooit accepteren dat iemand zonder daar een hele goede reden voor te hebben, te gaan bepalen vanuit Dublin, dat ik hier een imam niet zou mogen laten preken. In andere organisaties waarbij u betrokken bent in Nederland, komt het vaker voor dat er bestuursleden uit het buitenland actief zijn in die organisaties? Nee. Blauwe Moskee heeft geen buitenlandse en de Middenweg ook niet, Ontdek Islam ook niet, LPNM ook niet. Geen enkele buitenlander. Eurotrust Nederland? Eurotrust Nederland wel. Ja. Maar die is niet actief in de moskeeën. Dan wil ik even met u naar de Blauwe Moskee in Amsterdam. U bent daar voorzitter. Klopt het dat de heer Bant van Wala daar in 2019 predikte? Nou, niet predikte, hij heeft een lezing gegeven. Hij heeft een lezing gegeven. U heeft hem uitgenodigd? Nee, de jongerencommissie heeft hem uitgenodigd. U was daar van op de hoogte? Nee, ik ben niet specifiek op de hoogte wie er wanneer waar wordt uitgenodigd. Nee, ze hebben daar vrijheid in om daar iets in te doen. Want wat vindt u van de opvattingen van de heer Bant van Wala, bijvoorbeeld als het gaat over vrouwenbesnijdenis? Ik weet niet wat de opvattingen zijn van meneer Bant van Wala over vrouwenbesnijdenis, maar ik denk dat hij het afkeurt. En daar ben ik het mee eens. Ik ben er volledig tegen. Nou ja, goed. Eerder zat hij bij de Nieuwe Maan en daar verdedigde hij een video van de Asuna Moskee waarin vrouwenbesnijdenis werd aanbevolen. Ja, maar kijk, op het moment dat u heeft uw vak en een theoloog heeft zijn vak, op het moment dat u de theologie niet goed begrijpt, en dat is waar de heel Nederland over viel, ja, dan krijg je misverstanden. Het enige wat hij heeft gezegd is dat er vanuit een theologisch aspect mensen zijn die aangaven dat er meningen waren binnen de islamitische jurisprudentie die vrouwenbesnijdenis goed praten. Hij heeft niet gezegd, dat is mijn mening en dat is hetgene wat ik ook wil verdedigen. Nee, hij heeft alleen gezegd, iemand heeft aangegeven dat die mening bestaat binnen de islam. Omdat er vaak wordt gezegd, vrouwenbesnijdenis bestaat niet in de islam. Bestaat helemaal niet. Dan zijn de andere mensen, nee, er zijn wel meningen. Maar of dat je achter die mening staat of tegen die mening, hij heeft daarna heel duidelijk gezegd dat hij volledig tegen vrouwenbesnijdenis is. En ik kan me ook niet iets anders voorstellen. Ik vraag ernaar, meneer Van der Blom, omdat u eerder in dit verhoor ook aangaf dat u staat, ook in bijvoorbeeld Centrum de Middenweg, voor een tolerante, multi-etnische islambelijdenis in Nederland. En dat mij opvalt, ik heb eerder in dit verhoor ook voorbeelden genoemd, dat u wel regelmatig omstreden predikers lezingen laat geven, preken laat geven. En ik ben benieuwd waarom u daarvoor kiest, om juist hen een podium te bieden. Ja, maar wat is dan omstreden? Iemand houdt zich aan de wet of niet? Iemand zegt iets wat wel kan of wat niet kan. En binnen dat hele spectrum in een vrije democratische rechtsstaat kan je met elkaar over allerlei dingen discussiëren, spreken. Bij ons is de stelregel wel alleen van, iedereen moet ook ruimte geven aan de ander. Dat is waarom wij zeggen van, je mag bij ons met een lange baard of zonder baard, maar je bemoeit je niet specifiek met de baard van de ander. Ja, u zei eerder, ik trek de grens bij ondemocratisch. Op het moment dat mensen ondemocratische opvattingen hebben, dan zijn ze niet welkom. Ja. Ik vroeg u toen ook, zijn er nog andere grenzen die u trekt? Ik wil er graag nog even op terugkomen. Zijn er ook andere grenzen die u trekt, waarvan u zegt, nou, mensen, predikers met zulke opvattingen, die bieden wij geen podium. Het legt er in welke setting, als je iemand gewoon vrij uit maar een verhaal laat houden. Dat is iets heel anders, als dat je zegt van, nou, ik nodig u uit en ik wil een stevig debat over uw opvattingen. Of twee verschillende opvattingen tegenover elkaar zetten, waardoor mensen kunnen zien van, ah, dit is dus het weerwoord ten opzichte van datgene wat hij nu zegt. Dat zou heel vruchtbaar kunnen zijn voor jongeren. Maar dan kan je wel verroepen, ja, nee, maar hij heeft nu eenmaal gesproken. Hij heeft ook in de balie gesproken.
Nou, u gaat niet naar de balie toe. Waarom geeft u een podium aan zo'n man? Omdat iedereen begrijpt, in de setting waarin hij is gekomen, probeer je juist een debat te organiseren waar je tot een beter inzicht komt voor jongeren. En ik geloof heel erg in die volledige vrijheid. Wij kunnen niet, en de overheid is daar de laatste jaren erg goed in geworden, alles maar van tevoren blokkeren, verbieden, dit mag niet. Nee, kinderen leren fietsen even door vallen over, en opstaan. En niet door je mag niet fietsen. Ik wil even op het punt wie er bepaalt welke prediker er wel en niet komt spreken. Wie bepaalt dat? Bijvoorbeeld in de Blauwe Moskee. Uiteindelijk, als er bepaalde predikers zijn waar ik zeg waar wij de grens leggen, dan bepaal ik, dan kan ik zeggen, diegene komt niet binnen. Ja, maar zo net zei u, ik ben niet precies op de hoogte van welke mensen wel of niet door die jonge organisatie. Maar ik vertrouw die mensen vrij goed genoeg dat ze weten bij welke mensen ik zou ingrijpen op het moment dat ik er toch achter kom dat ze die toch hebben uitgenodigd. Zoals ik het goed begrijp, zegt u, als het voor mij onacceptabel is, dan trek ik een grens. Maar u weet ook niet precies welke mensen er komen. Hoe beoordeelt u dan wanneer je gaat niet een jongere, grens getrokken moet worden? Je kijkt, dat is ook weer, want dan ben je ook weer zo betuttelend bezig. Op het moment dat je een jongerencommissie de vrijheid geeft om activiteiten te doen, ga ik niet bij alles wat ze doen er bovenop zitten. Je geeft ze een bepaalde vrijheid. En natuurlijk monitor je. Natuurlijk weet je uiteindelijk wel wie er komt. De flyer komt wel voorbij. Ja, kunt u voorbeelden noemen van mensen waarvan u zegt, van predikers waarvan u zegt, die zouden bij mij niet inkomen? Nee, ik heb geen. Ik ben vrij ruim hoor. Ik ben niet zo snel bang voor een mening. Ja. Maar eerder zei u ondemocratisch, dat gaat mij te ver. Kunt u een voorbeeld noemen van een prediker waarvan u zegt, nou, als de jongerenorganisatie daarmee komt aanzetten en ik zie het van tevoren, dan zeg ik nee, dit gaan we niet doen. Nee, van tevoren zou ik dat niet zo. En dat hangt ook al van de setting waarin diegene zou komen spreken. Voelt u als voorzitter van de Blauwe Moskee, voelt u een verantwoordelijkheid voor welke mensen er komen spreken en wat de gevolgen ook kunnen zijn van uitspraken van mensen? Natuurlijk, natuurlijk. Maar u zegt, ik hoef niet precies van tevoren te weten wie er komen. Ik hoef niet een systeem te hebben waarbij ik uiteindelijk moet bepalen wie er wel en wie er allemaal niet kan komen. Ik monitor natuurlijk wel in hoofdlijnen wat er gebeurt. Zijn er richtlijnen in de Blauwe Moskee, waar bijvoorbeeld ook zo'n jongerenorganisatie op kan terugvallen om te kijken van, nou, hier ligt onze ondergrens. Mensen die ondemocratisch zijn, daar doen we de deur niet voor open. Ja, je probeert de jongeren natuurlijk op te voeden dat ze op een gegeven moment ook gaan begrijpen in wat voor lijn dat je de activiteiten wil gaan doen. Maar dat ga je niet van tevoren zeggen van, joh, je moet je hier en hier en hier allemaal precies aan houden. Het is een proces. Wie voedt de jongeren daarin op? Nou, we hebben onze imam, we hebben onze imam die hier aanwezig is, die is natuurlijk in Amsterdam, ik ben veelal in Rotterdam. Dus je probeert natuurlijk altijd, net als hoe je je kind opvoedt, je wil je kind vrijheid geven om iets te ontwikkelen, om iets te doen. Daar wil je niet continu bovenop zitten, maar je wil wel van een afstandje goed monitoren van nou, het moet ook niet helemaal fout gaan. Eerder sprak u met mijn collega De Vries over buitenlandse financiering. En u had het een aantal keren over de papierwinkel, hè, de papieren die u moet aanleveren. Is een zogenaamde takia, een aanbevelingsbrief, ook onderdeel van het papierwerk wat u moet overleggen? Kijk, dit is het hele probleem. Hè, op het moment dat mensen die... Nou, ik vraag het u. Nee, gewoon een ja of nee. Ja. Nee, maar ik hoef geen ja of nee te zeggen. Want kijk, takia nou, is iets heel anders dan een teskia. En dat is het probleem op het moment dat mensen een die... Teskia, is dat een aanbevelingsbrief? Een teskia is een aanbevelingsbrief. Maar takia is iets heel niet anders. Zo goed. Nee, maar dat het over is dus ook het probleem. Dat je van der Blom. Je praat over termen op een gegeven moment. Over meneer of het nou salafisme is. Je moet dingen wel duiden. Meneer van der Blom, duiden, heeft u een teskia? Ik zei daarna ook aanbevelingsbrief. Heeft u een teskia een aanbevelingsbrief moeten overleggen om buitenlandse financiering te ontvangen? Nee, dat is geen, geen onderdeel. Nee, geen vereiste. En trouwens, de lijsten, als je er ooit in geïnteresseerd bent, kan je gewoon opvragen bij Qatar Charity. Kan je gewoon opvragen in Kuwait. Ons vooronderzoek blijkt dat er landen zijn en organisaties zijn die om een teskia vragen. Vandaar dat ik u vraag, een aanbevelingsbrief. Nee, u heeft nooit een teskia moeten overleggen. Ik heb vaak teskia's gehad. Dr. Mutlak bijvoorbeeld, onze Karawi. Die kon een teskia schrijven van, nou, ik ken deze mensen. Ik vind het een goede moskee. Dus u heeft die wel ontvangen, die teskia's? Had u ze nodig om buitenlandse financiering nee, te krijgen? Nee, je hebt ze niet nodig om buitenlandse financiering aan te vragen. Voor welk doel heeft u wel teskia's ontvangen? Geen idee. Ik heb geen teskia's. Ik kan me niet zo indenken wanneer ik een teskia heb gekregen. Maar u zei net dat u eerder wel een teskia heeft gekregen. Nee, ik weet dat je... Ik zeg, ik ken mensen die kunnen teskia's afgeven. Ah, u heeft hem nooit gekregen? Nee, ik weet het niet of dat ik...
Ik heb hem nooit ergens verplicht moeten afgeven. Maar als het zou zo zijn, dan zou ik daar ook geen enkele moeite mee hebben. Want het is gewoon een aanbeveling waarin staat van, joh, dit is een persoon die heeft dit project. En ik vind het hartstikke mooi. En het zit in ieder geval goed. Ik probeer het toch nog even scherp te krijgen, meneer Van der Blom. U zegt, ik heb nooit een Tezkiya hoeven afgeven. Nee. Heeft u ook nooit een Tezkiya ontvangen? Nee. Voor zover ik kan herinneren heb ik nooit een Tezkiya ontvangen. Dat weet u zeker. Nou, ik weet dat niet zeker, omdat het nooit heel... Als dat een keer zo is geweest... Kijk, als je ergens een keer bent en iemand die in principe zegt van... joh, ik heb hier iemand... Bijvoorbeeld toen ik naar Qatar ging... Op het moment dat ik naar de importeur van Toyota gaat... En een andere Qatari die hem kent... Die zegt, joh, luister, er komt eigenlijk iemand uit Nederland... Die heeft een project... En het zou leuk zijn als jij hem kan ondersteunen in dat project. Dat is een Tezkiya. Dat is een mondelinge Tezkiya. Dat is een manier waarin iemand... Want mij kennen ze niet. Ja. Oké. Ik wil nog even met u dieper inzoomen op Fion. Een van de organisaties is al een paar keer te sprake gekomen vandaag. Waar u een bestuursfunctie heeft, waar u secretaris bent. In 2010 gaf de Nederlandse regering aan bij monden van toenmalig minister Ter Horst... dat volgens informatie uit wetenschappelijke bronnen en informatie van de AIVD... Fion gelieerd is aan de Federatie van Islamitische Organisaties Europa. En dat de Federatie van Islamitische Organisaties Europa verbonden is aan de moslimbroederschap. Bent u van deze informatie op de hoogte? Ja, ik heb er wel eens wat over gehoord. Eerder in dit verhoor gaf u aan van, ja, wat bedoelt u met de moslimbroederschap? Ik word er wel eens mee geassocieerd, maar ik weet nooit zo goed waarom. Maar hier wordt informatie gebruikt uit wetenschappelijke bronnen, informatie van de AIVD... klopt deze informatie wat u betreft? Nee, zoals ik al heb gezegd, de moslimbroederschap is een politieke partij in Egypte. Daar houdt het op. De rest is de FIOE, als u me vraagt naar de FIOE. Mm-hmm. Oké, dan weten we concreet waar we over praten. Maar het hele moslimbroederverhaal, ja, dat is wat mij betreft gewoon één grote mythe. Er heeft pas geleden een mooi artikel over in de krant gestaan. Dat zou ik u zeer aanraden. Klopt het dat FION is opgericht door de Federation of Islamic Organizations? Weet ik niet, daar was ik niet bij. Kunt u wel bevestigen... is opgericht in 1996, toen was ik niet eens moslim. Kunt u wel bevestigen dat de Federation of Islamic Organizations Europe gelieerd is aan de internationale moslimbroederschap? Nee. Nee? Nee. Tenminste, als ik die mensen spreek, en als ik de paar die ik daarvan ken, die zeggen, nee, we zijn geen moslimbroeders. We zijn van de FIOE, we zijn een Europese organisatie. Wij oriënteren ons op Europa. Klaar. Ook in de achterkamertjes, ook zo één op één, is dat wat je te horen krijgt. Dus de AIVD en de Nederlandse regering hadden wat u betreft verkeerde informatie. Ja, op het moment dat hun zeggen dat het moslimbroederschap is, dat is fout. Moslimbroederschap is een politieke partij in Egypte. Uit ons onderzoek is ook gebleken dat er experts zijn die zeggen dat de mensen een eed afleggen. Om bij de internationale moslimbroederschap, we hebben het dus niet alleen over de partij in Egypte, de internationale beweging. BA. Ja. Heeft u zo'n eed afgelegd? Nee. 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 U verklaart onder ede dat u nooit... Ik verklaar onder ede dat ik nooit bij niemand, op wat voor wijze dan ook, een islamitische eed heb afgelegd om lid te worden van welke schimmige, geheime groep dan ook. Dat weet u zeker? Dat weet ik heel zeker, ja. Eerder in dit verhoor haalden we een aantal voorbeelden aan. Bijvoorbeeld een foto waar u op staat met de heer Al-Qaradawi. Er zijn meer voorbeelden waarbij u ook leden van de moslimbroederschap heeft ontmoet. Of dat ze bij activiteiten van u aanwezig zijn. Niet leden van de moslimbroederschap. Voor zover ik kan, heb ik nooit iemand ontmoet van de moslimbroederschap. Maar hoe u vindt dat moslimbroederschap? Ik heb nog nooit iemand ontmoet. Ik ben één keer in mijn leven in Egypte geweest. Ik heb daar niemand van een politieke partij ontmoet die zich heeft voorgesteld van... joh, ik ben van de moslimbroederschap, hier heb je mijn kaartje... Nee. Nee, nooit. Maar de heer Al-Qaradawi staat bekend als Al-Qaradawi een van de religieuze leiders. Al-Qaradawi heeft in de verkiezingen van Mohamed Morsi heeft hij tegen de moslimbroeders gestemd. Dus u zegt hij heeft niks te maken met de moslimbroederschap. En u zegt ook ik heb niks te maken met de moslimbroederschap. Ja. Ja. Maar hij weet ik niet. Hij zegt zelf dat hij er niks mee te maken heeft. Dan misschien een laatste vraag. U neemt krachtig afstand van beweringen, ook in de media doet u dat, van beweringen dat u iets te maken zou hebben met de moslimbroederschap. Waarom, ja, omdat het niet gedefinieerd wordt. Maar waarom vindt u die beweringen zo erg?
Ik vind het niet erg, maar omdat het is een spookverhaal. Al 10 jaar lang hè, komt er een soort spookverhaal. Nou, als je niet echt helemaal een salafist bent, je bent ook niet echt een soefist. Ze weten niet waar je kan plaatsen, maar je bent politiek wel betrokken. Dan word je in de moslimbroeder, in de containerbegrip moslimbroederschap gegooid. Ik vraag u, waarom is dat zo erg? Helemaal. Wat als heeft het zo u tegen zijn, de moslimbroederschap? Als ik van de moslimbroederschap zou zijn, zou ik er geen enkel probleem hebben om ervoor uit te komen als ik lid ben van de FIOE of van wat dan ook. U heeft maar niks tegen de moslimbroederschap. Maar het moet gedefinieerd worden. Je moet definiëren wat je bedoelt als je moslimbroederschap zegt. U heeft niks tegen de moslimbroederschap? Nee, de politieke partij in Egypte, die nu verboden is, heb ik niks tegen. Ik ken ze niet en ik weet ook niet wat hun partijprogramma is. Ik weet niet waar ze voor staan in Egypte. Geen flauw idee. Dan zijn we hiermee aan het einde gekomen van dit verhoor. Meneer Van der Blom, hartelijk dank voor de komst naar de Kamer. Ik sluit de vergadering. Oké.